welkom bij een nieuwe stream. Lekker weekend. Heeft iedereen een lekker weekend? Ik heb altijd weekend. Maar we gaan zo lekker 100 baby challenge spelen. Het is alweer eventjes geleden dat ik de 100 baby challenge heb gespeeld. We zijn op dit moment nu met 5 kinderen en ze is zwanger van baby 6. Kijk, met Sharon gaat het goed. Met mij gaat het, ja, ik zeg eigenlijk altijd zijn gangetje nu. Om nou te zeggen, in deze situatie waar ik in zin echt het woord goed, vind ik weer een beetje overdreven. Met Annette gaat het ook wel oké, ja. Dat is eigenlijk voor degene die elke dag thuis zitten nu een beetje soort van normaal. Bij Missy gaat het ook zo'n gangetje. Ja. Nou, we gaan zo 100 baby challenge doen. 5 baby's heb ik al. Een troep van een huis zie ik. Ja, ze is zwanger van nummer 6. Dus ik ben benieuwd of we straks nummer 6 gaan krijgen op stream. Ik zie een dikke buik. Even kijken hoe ver ze zwanger is. 3 tot 6 maanden. Oh, dan moeten we die geboorte gaan we vandaag wel lukken. Verre, de weekend begint slecht, want alle Sims zijn dood. Wat heb je gedaan, Verre? En Sharon heeft een druk weekend. Morgen werken en zondag stage en rijles. Het druk, inderdaad. Ja, Dagmar is inderdaad... ik zou meedoen bij Dagmar morgen, maar kan niet. Ik was het vergeten. Voor de mensen die het niet weten, ik werk dus in de naschoolsopvang. Maar de naschoolsopvang is deze lockdown op dit moment alleen maar noodopvang. En elke keer als er een nieuwe persconferentie komt, blijft het alleen maar noodopvang. En blijf ik dus thuis zitten. Dus ik zit nu al 3 maanden thuis. Of is het 4? Ik weet niet meer. Nou, januari was 1, februari is 2. Nou, ja, 3 maanden en 2 weken zit ik nu thuis. En ja, ik heb dus geen agenda meer. Mijn agenda is natuurlijk met de jaarwisseling verlopen. Maar ik heb geen nieuwe gekocht. En ik heb ook geen nieuwe nodig. Want ik heb zo weinig afspraken in mijn leven nu, dat ik het kan onthouden. Maar ik was het dus toch nog even vergeten. Ik heb morgen met mijn ex-huisgenoot afgesproken. Ik had het onthouden op de zaterdag voor volgende week in plaats van deze zaterdag. Dus ik zat bij dag, maar ja, ik doe mee. En toen daarna deze week, oh, ik doe toch niet mee, sorry. Ja, zeker jammer, maar ik wil zeker in de toekomst ook zelf nog een keer Among Us gaan doen. Want ik zou ook zondag meedoen met Jill. En toen zei mijn moeder van de week, oh, kom van het weekend wel een bakkie doen. Nou, aangezien ik zaterdag niet thuis ben, zie ik er dan voor aan. En zij zaterdag ook niet kan, zie ik er voor aan dat zij zondag komt. Precies tijdens Among Us. Dus ik heb toen ook maar dat afgezegd. Dus ik had 2 potjes Among Us om mee te doen dit weekend. En het zijn nu veranderd naar 0 potjes Among Us. Maar ja, ik wil binnenkort zelf ook wel een Among Us streepje gaan doen. Komt goed. Komt goed. Het zal niet volgende week worden, denk ik. Want volgende week komt natuurlijk die nieuwe map. En dan gaat de server gewoon, ik weet nu al, dat gaat overbelast zijn. Dat gaat niet werken. Dus we doen het wel ergens midden april. Komt er een Among Us stream midden april. Sowieso is het vet lang geleden dat ik Among Us heb gedaan. Ik heb maar 2 keer Among Us zelf gestreamd. En dat was november. Dacht maar, stiekem. Hoi, stiekem. Maar ja, november waren de enige 2 keren dat ik Among Us heb gestreamd. Dus het wordt wel weer eens tijd voor een nieuw potje. Dus dat gaan we ergens midden april doen. Komt goed. En dan moeten we even kijken of we de skeld gaan doen. Doei, mee, Poekie. Of dat we die nieuwe map gaan doen. Of misschien eerst een skelt en dan nu een nieuwe map. We kijken wel. Maar zullen we maar een 100 baby challenge induiken? Lekker met de familie spelen. Hoe is het met je Nederlandse tweelingzus? Ja, zijn gangetje. Oké, we gaan naar de Sims. Annette zegt nog, de enige afspraken die ik heb staan zijn ziekenhuis en fysio afspraken. Joepie. Ja, dat is ook niet echt dat je zegt joepie doepie doepie. Oké, ik ga 1 ding uitzetten, want ik zie het nu al glinsteren. Ik wil geen vies huis. Het is nu al niet te doen. Laat staan dat ik ook nog moet stofzuigen. Oké, zij is dus zwanger 3 tot 6 maanden, maar dat duurt nog maar 3 kwartier. Dus dan is er morgen woensdag ergens rond de lunch is de bevalling. Dan hebben we Aalst, zit op school, ongemakkelijk te zijn. Burghaamstede zit op school gespannen te zijn. Canada zit op school gespannen te zijn. Denemarken zit op school gespannen te zijn. En dan hebben we Eritrea. Die is energiek. Dus de enige in het huis die op dit moment gelukkig is. Maar die moet wel gaan slapen. Hoe gaat het met moeders? Niet zo heel goed. Maar je mag wel even de peuter voorlezen. Want het is goed voor zijn boel. Oh, die peuter gaat eten. Ik hoor wat. Ga maar repareren. Je bent nu zwanger. Als je zwanger bent, ga je niet dood. Hadden ze in de Sims 2 ook een keer moeten doen. Ik heb ooit in de Sims 2 een familie gemaakt waarbij de man zou dan zo'n professionele topsporter worden. En de vrouw zou dan zo'n voetbalvrouw zijn die thuis zou zitten. En ik wilde ze zwanger maken. Maar ja, die man was natuurlijk elke dag naar zijn werk. Dus ze kon alleen 's avonds. Maar ja, die man moest ook zijn vaardigheden verbeteren. Gaat hij nu zelf naar bed? Oh, hij gaat eerst een bordje opruimen natuurlijk. Die man moest zijn vaardigheden verbeteren. Hij moest natuurlijk ook eten en douchen en slapen en zo. En op een gegeven moment had ik
hier en daar af en toe een moment dat ze dan wel tijd voor elkaar hadden. Was die vrouw, had dan honger of zo. Maar toen heb ik dus de hele tijd geprobeerd om een kindje te proberen te maken. En dan een zwanger, en dan had je met de Sims 2 had je natuurlijk had je deuntjes. Dus kon je horen of een Sim zwanger was of niet. Dan hoefde je niet een test op de wc te doen. Maar lukte dus niet opnieuw. En die moeder Sim had dus honger. Nou, uiteindelijk, want ze wilde de hele tijd dus naar beneden lopen om iets te gaan maken in de keuken. Ik zei, nee, ik wil eerst dus, een baby in je buik, want die man moet slapen, die moet morgen weer werken. Dus eindelijk was ze zwanger. Hé, Feline, dankjewel voor je bitje. Maar eindelijk was ze zwanger. Dus ik, oké, nu mag je eten. En is ze dus op de trap naar beneden. Doodgegaan door de honger. Dat je echt denkt, hoe bedenk je dit? En Sharon gaat even Mario Kart spelen. En welkom terug, Bianca. Je eerste avondje weer lekker thuis. Lekker in je eigen bedje. Wat ga jij doen? Jij gaat toppertjes eten. Dan kan je van alles kiezen. En dan kies je toppertjes. Hup, in de bak. Die ook in de bak. Ik kan nog een beetje helpen met opruimen. En dan mag je daarna denk ik even slapen. Hoe duur is zo'n stapelbed eigenlijk? Die hebben we nu nieuw, hè? Oh, dat is de galerij. Verkeerde knop. Bianca is blij om weer thuis te zijn. Ilse zegt, toen ik je verhaal hoorde, dacht ik het al. Ja. Niet. Nou, ze is niet van de trap gevallen. Maar halverwege de trap kwam dus dat deuntje. En toen is ze onderaan de trap is ze dus dood neergevallen. En ik kon niks meer doen met haar. Hey Winky, welkom. Comfort. Bedden. Waar staat die? Hier is een stapelbed. Die is dus toch best wel duur. Maar ja, je krijgt er wel twee tegelijk. En hier hebben we ook een stapelbed. Die is 600. En als ik het goedkoopste eenpersoonsbed. Dit is een peuterbed. Oh, nou ja. Niet heel veel duurder. Want als je twee van deze hebt, dan zit je op de 510. Dus 600 voor twee bedden is niet per se heel veel duurder. Die is 300. En dan kan je er nog iets onder zetten. Ik vind deze persoonlijk wel mooier dan die. Oh. Disclaimer. Enige andere bezigheid dan slapen wordt afgeraden. Ga je problemen krijgen als je oh ja doet in het bed? Zakt het bed dan in elkaar of zo? Als je op de bovenste zit. Met je kont zo tegen plafond. Die van 300 zou je nog over al je bestaande bedden heen kunnen zetten. Oh ja, dat is waar. Je kan dat soort bedden erop. Wat ga jij doen? Hij gaat gewoon daar eten. Oké, okay. Ik heb daar zeker op geklikt zonder dat ik het door had. Even een vraagje. Waarom is de wc verdwenen? De wc is weg. Wat heck. Oké, okay, nou daar gaat ons geld. Sanitair. Hebben we geld voor een wc? Nee! Ah, wat de hel. Onze wc is er gewoon vandoor. Nou, dan gaat er één bed uit. Gaan we voor de goedkoopste wc. En het is niet eens een move objects plek of zo. Het past gewoon. Oh, wacht. Ik ben dom bezig. Die staat ergens anders. Wc staat ergens anders. Kip, ik zie het nu. Ik hoor trouwens geen muziek. Even de muziek. Oké, okay, noep. Doe maar noep in de chat. Noep. Kunnen we nog omdraaien? Ja, we kunnen nog omdraaien. Oké. Okay. Niks. Er is niks gebeurd. Er is niks gebeurd. Ik heb niks gedaan. Ik moet dit vaker spelen. Ik vergeet gewoon wat ik allemaal gedaan heb. Ik kan me nu herinneren inderdaad dat toen dat kind een peuter werd, dat ik dus hier dat wiegje uit heb gehaald en die wc daar heb neergezet. Zodat ze wel een sim tegelijk kan plassen en een andere sim kan douchen. Dat ze daar niet op hoeven te wachten. Dit is zo dom. Misty zegt, we hebben niks gezien. Nee. Oh, echt dom. Gewoon. Ja, ga dan plassen. Je staat er vlak voor. Ga plassen. Dan mag je daarna gaan slapen. Want je energie... Nee. Hallo. Niet wel afmaken. Wel je hele blaas leeg plassen, alsjeblieft. And love you, you just Jade. Dankjewel voor het volgen.
Ja, petje in en dan kopen zo de koters uit school. Ga maar wat energie krijgen. Hoi moeder, ik ben het. Wil je op afspraak gaan? Nee, we hebben jou al. Baby zit in de buik. Uitroepteken baby in de chat. Krijg je antwoord. Vijf. Het antwoord is vijf. Denemarken jatten de voorwerpen op school. Aalst heeft een 8. Burg niet. Canada ook niet. Denemarken ook niet. Oké, we moeten ons even focussen op Aalst. We moeten Aalst even laten slapen, zo te zien. Hoe gaat het met jou? Jij mag ook even gaan slapen, zo te zien. Hoe gaat het met jou? Jij mag ook gaan slapen, zo te zien. Ik heb het idee dat Denemarken de pineut is. Ja, Denemarken mag eerst gaan eten. Pak maar een klikje. Oeh, er stinkt er één. Jij stinkt. Ga je eerst maar douchen dan. Wat loopt hier? Wat ben jij? En Kim van Os, dankjewel voor het volgen. Welkom. De buurtactieplaninspecteur. Ik weet niet meer wat het buurtactieplan was. Ik weet oprecht niet meer wat het buurtactieplan was. Zijn we nu de lul? Nou, we gaan het zo zien wat ze zegt. Ze zal wel niet blij zijn. Kijk, hier staat ze trouwens. We krijgen controle. Hey, mevrouw. Mevrouw Denemarken. Of meneer Denemarken. Ik weet het eigenlijk niet. Ga maar zitten. Want er kan iemand dat bed gebruiken. Zo, die is boos. De manieren gaan achteruit, oké. Want dan kan. Oh, jij moet ook plassen. Ga maar plassen. En jij hebt ook honger, dus ga maar een klikje pakken. Dan mag Denemarken zo wat dat bed in. En jij maar slapen. Oh, ze gaat er weer vandoor. Maar ik heb geen melding gekregen of zo. Oh, nee, wat is ze aan het doen? Hallo. Voel je wel helemaal lekker? Een beetje zomaar op onze kavel komen en dit doen. Is het de buitenlucht aan het controleren? Ja, echt hè? Ik weet ook echt oprecht niet meer wat het actieplan was. Ik heb de laatste tijd zoveel Animal Crossing en andere dingen gestreamd. Dat ik gewoon. Ja. 100 baby challenges is al even geleden. Nou, schiet ze op. Ga weg. Oké, nou komt ze weer terug. Of gaat ze nu weg? Ik ben bang dat dit huishouden niet in overeenstemming met de volgende buurtactieplan handelt. Groen tuinieren of schone energieproductie. Nee, we gaan een stijging in de rekeningen krijgen. Godzakken. We hadden plantjes. Hier, we hebben hier. Tuinieren, mevrouw. Ik weet niet hoor, we zijn aan tuinieren. Maar ze zijn zeker niet geplant, of? Oh, wacht. Ja, ik had hem. Lente. Oh, we zitten in de herfst. Dus vandaar dat hij niet meetelt. En dit is ook lente. Ja, vandaar. Jammer. Nou, jij bent lekker aan het eten. Jij bent klaar met eten. Jouw energie is nog steeds laag. Jouw energie is wat hoger. Kom jij er maar uit. Ga jij even zitten. En dan mag jij in dit bed gaan slapen. Jij hebt ook honger. Nou, wat een verrassing. Pak ook maar een klikje. Zo. Hallo. De koelkast heeft je niks misdaan, hè, vriend? Hebben we eigenlijk speelgoed voor. Ja, ik weet dat je boos bent, maar hebben we speelgoed voor kinderen? Nee, zeker. We hebben blokjes voor peuters, maar ik zie echt niks voor kinderen. Heb jij iets in je inventaris waarmee je kan spelen? Oh, dat wel. Meneertje Blauwbeer, ga je emoties maar even verwerken. Je hebt het nodig. Wat een agressie, inderdaad. Hier. Emotionele beheersing. Hij mag even met zijn speeltje spelen. Gaat zijn plezier ook omhoog? Kan ik hem daarna aan zijn huiswerk zetten? Want voor kinderen moest je volgens mij alleen een 10 halen. En met tieners was het een 10 halen. En nee, de karakterwaardes. Eentje in het groen hebben, hè? Volgens mij was dat het.
Zullen we het even checken? Ik wil het even checken. Even kijken. Challenges. 100 baby challenge. Uitgetekende de baby challenge in de chat als je de site zelf ook wil hebben. Even kijken. Wanneer mogen kinderen opgroeien? Kinderen en tieners mogen opgroeien zodra ze 10 hebben gehaald. Op school speel jij jouw spel in Engels. Dan is het een A. Oh, en tieners. Oh, dat was de aanvullende regels. Even kijken. Oh ja. Ouderschap geïnstalleerd en mogen tieners pas opgroeien zodra ze 10 hebben gehaald op school. En in aanmerking komen voor minstens 1 karaktereigenschap. Dus kinderen is gewoon echt alleen een 10. En tieners is dus een 10 en een karaktereigenschap. Ik had het gewoon goed onthouden. Ik ben trots op mezelf. En hallo, ik ben het 12. Dankjewel voor het volgen. Welkom. We zijn de 100 baby challenge aan het doen. Zo, sla jezelf even met je speelgoed, vriend. Ja, dus met kinderen en tieners allebei een 10 halen. En tieners moeten dus ook een karaktereigenschap in het groen hebben. Omdat ik ouderschap heb en ik wil die regel ook wel opvolgen. Dat vind ik wel leuk. Hoi Brecht, welkom. Hoe is het met Brecht? Hij is blij, dat is mooi. Nu is hij... Ik zou niet blij zijn als ik constant speelgoed op mijn eigen harsen zou inslaan. Ik zou hoofdpijn krijgen. Mijn gangetje. 12, het gaat zijn gangetje. Wie komt er nou weer stalken? Binky, is dit jouw papa? Volgens mij is dat Binky's papa. Even kijken wanneer ik voor het laatst heb gespeeld. Even aan de kant. Ik hou mijn streams bij in een boekje. En even kijken. Ja, dat was de feeststream. Toen hebben we... Dat is Mario Kart, Animal Crossing, Mario Kart, Pulsepan, 1000 volgers, Animal Crossing, Animal Crossing, Paranormaal. Volgens mij 15 januari. Dat is echt lang geleden. Jeetje, Mina. Oké. Okay. En wat moet jij nou weer voor ons? Hier, $1. Dat. Voel je je nou gelukkig? Ik weet het niet. Voelen we ons gelukkig? Stoute papa. Kijk hem eens goed bezig zijn. Ja, daar krijgt hij natuurlijk zo'n dingetje voor. Voor zijn scouting. Dus dat is mooi. En 12 houdt van deze game. Dat is mooi. Dan ben je hier op de goede plek. Ik hou ook van deze game. En ik beloof het dat ik het vaker speel dan 1 keer in de 2 maanden. Echt weer met zijn speelgoed. Heel goed. Nou ja, maar je plezier is in het groen. Dus ik wil eigenlijk nu dat jij je huiswerk gaat. Want dat moet ook. Wat hoorde ik? Oh! Oh! Het monster onder het bed. Kies de verkeerde kant. Ik denk opeens, wat hoor ik? Maar er is het monster onder het bed. Waarom ben jij nog niet begonnen? Hallo? Ik vroeg jou om je huiswerk te gaan maken. Goed, zo. Oké, jij bent jarig. Canada. Oei. 5,2, dat is niet heel goed. Jouw plezier is ook naar de prut. Heb jij ook iets? Nee, jij hebt niks. Dan jatten we je even. Oh, jij hebt er 2. Geef er dan even eentje aan haar. Of hem. Ik weet oprecht niet meer bij sommigen. Omdat sommigen hebben ook een kort kapsel. Dus ik ga ervan uit dat dit dan een jongetje is. En dit. Maar meisjes kunnen ook een kort kapsel hebben. Ik weet het gewoon niet meer. Wacht, het staat op de stamboom. Even kijken op de stamboom. Die. Deze kap weg. Uitroepteken stamboom in de chat. Canada is een jongen en Denemarken is een meisje. Oké. Okay. Ga maar even spelen. Monster, ze is bang. Canada is bang voor het monster onder het bed. En jij bent ook wakker. Zijn ze allemaal wakker? Nee, die ene slaapt nog. Jij hebt honger. Ga maar een kliekje pakken. Wanneer ben ik toe aan nieuwe papa's? Nou, ik ben op dit moment zwanger van nummer 6.
Dat kan of één baby zijn of een tweeling. En ik heb nog twee papa's in de wachtrij. Dus er moeten eerst kinderen uit huis voordat ik überhaupt die papa's nog kan gebruiken. Ja, gebruiken. En dan... Ja. Het moet zeg maar... Aalst moet uit huis. En Burg moeten sowieso allebei uit huis. Voordat ik de twee papa's in de wachtrij nog zou kunnen gebruiken. En dan, moeten meer uit huis. Voordat ik nieuwe kan aanvragen. Of kan ja, de beloning kan aanzetten. Ga jij eens even... Onder de lakens lezen. Ga eens met dat monster praten. Misschien ben je dan niet meer bang. Is dat ook nog goed voor je plezier? Canada had weinig succes met pogingen het monster onder het bed. Misschien is dat ook wel handig aan een stapelbed of zo'n hoofdslaper. Ik weet niet of er dan ook een monster onder het bed komt. Maar je plezier is laag. Ga spelen. Ga je bange emoties verwerken. Wat kan jij doen? Jouw plezier is ook laag. Hier, jij hebt een draakje. En je hebt bedorven dierencrackers in je zak. Gadver. Hier. Oh, ben jij nu wakker? Kan je... Hier, gaan we besproeien. Dan zijn ze niet meer bang. Je mag ook de wc even besproeien. Nee. Ga nou die wc even doen. Juist. Die arme blaas. Dit vind ik wel leuk als je meerdere kinderen hebt. Dat ze nu ook met elkaar aan het kletsen zijn en zo. Oké. Dit mag allemaal in de prullenbak. Oh, dat past niet meer. Oh! Weet je, het was echt heerlijk om tijd met je door te brengen. We hebben fantastische herinneringen gemaakt en we zullen er nog veel meer maken. Dat weet ik zeker. Canada, wat heb je gedaan? Oh, dit heb ik nog nooit... Dit hebben we al eventjes, maar ik heb er nog nooit meer gebruik van gemaakt. Hij heeft nu gevoelens voor Canada, hechter door quality time. Wat schattig. Oh, dit vind ik wel extra leuk dan aan de 100 baby challenge. Omdat je natuurlijk zoveel kinderen in huis hebt. Dan gaan ze zoveel met elkaar om. En nu hebben ze gevoelens voor elkaar. Zeg maar, ja. Cute. Oké, maar jij bent wel de recycled discipel van de familie. Dus jij mag even dit gaan. Of dat is hij. Ik weet het al niet meer. Maar ga maar even recyclen. Want dan kan jij namelijk koken. Ik leg die wel even op de grond. Op de grond. En dan mag jij even een culinaire maaltijd koken. Gaan we voor knoflookpasta. Lekker stinken met het hele gezin. Ja, ze wou eerst de kinderen helpen inderdaad. Ik dacht dat alleen onder dat bent een monster zat. Maar blijkbaar zat er hier ook één onder. Zo, top. Er is weer wat ruimte in de prullenbak. Zo. Ik weet niet wat jij gaat doen. Wat ga jij doen? Oh, wat schattig. Je gaat ook een verf opruimen. En wat ga jij doen? Zij gaat gewoon uit haar eigen aan dat werkje zitten. Wat een goede kinderen hebben we hier. En Aalst heeft ook nog eens mentaal niveau 2 bereikt. Hallo! God, de... Opvoeden. Recent gedrag bestraffen. Streng. Teleurgesteld zijn. Hallo, stop even met eten. Kom hierheen. Je zoon misdraagt zich. Oh ja, leg het maar in de koelkast. Dit is niet de bedoeling. Canada, gedraag je. Oeh. We hebben wel wat gehaald. Nou, nu mag je eten. Zo. Oké, hoe gaat het met dit kind? Dit kind is huiswerk aan het maken. Helemaal top. Dit kind is ongemakkelijk. Moet slapen. Ga slapen. Pak dit bed maar. Zo. Dit kind heeft honger.
Nee, we gaan niet om advies vragen. Je gaat even lekker een bordje pakken. Je is even gelijk een mijlpaal te pakken. Heeft dat toch nog, ja. Heeft hij onbewust toch nog moeders geholpen? En die slapen. Oké. Okay. Jouw huiswerk is bijna klaar. Het zou echt top zijn, hè? Als die een 10 kan halen. Zit nu op een 8. Als ze 10 heeft, dan mogen we er opgroeien. Ze heeft haar huiswerk af. Had je je projectje ook al af? Nee, nog niet. Ga daar zorgvuldig aan werken. Open. Zo, die maar in de koelkast. Nou, heel gezellig dit. Moeder is klaar met eten. Jij hebt ook plezier nodig, maar ik heb zeker niks voor jouw plezier. Oh ja, we konden kikkers fokken. Voor geld. Ik weet het niet. Kan je hier ook mee spelen? Nee. Arme moeders heeft ook plezier nodig. Het is sneu. We hebben gewoon niks. Niks voor haar om te doen. Voor plezier. Nu gaan we weer stukjes en beetjes opvissen. Jij bent klaar met eten. Mag jij gaan slapen? Oh, pak dat bed maar. Nu je toch al daar bent. Slapen. Slapen. Goed, zo. Hebben we eigenlijk iets van geld genoeg om haar plezier te geven? Ja, yoga, dat gaat natuurlijk niet. Het is zwanger. Ik weet niet of ze hier plezier van krijgen. De dansvloer. De scoutingsposter. Breien. Ze zou kunnen breien. Zal ik haar laten breien? Zo. Wat is een leuke. Nou, dan gaan we uiteraard voor die paarse. Oh ja. Oh, ik zet het daar heel leuk neer, maar het moet in je zak zitten natuurlijk. Zo, ga maar een muts breien. Laten we een tijgermuts doen. Peuter komt uit bed. Peuter heeft honger. Oké. Okay. Gaan we dit even openen. Gaan we even dat losse blikje pakken. Zo, Peuter. Alsjeblieft. Knoflookpasta voor jou. Ik kwam echt die kamer in. Oh, knoflookpasta. Hoep, ben weer om. Dat doet me denken aan die meme die je dan zo ziet. Zo'n gifje, zo'n baby die de kamer in rent en dan, oep, en dan weer terug rent. En Ilse zegt wel handig als je kan breien als je zoveel kinderen hebt. Ja. Dankzij de nieuwe breivaardigheid van moeder kan ze nu prachtige gebreide kunstwerken maken. En dat kunnen we natuurlijk ook nog eens verkopen. Dus daar kunnen we wat geld mee verdienen. Dat is wel handig. En zij krijgt er plezier van als het goed is. Ja, ik moest even wachten op het groene pijltje. Maar ze krijgt er plezier van, dus dat is mooi. Jij bent moe, dus jij mag gaan slapen. Dus we komen eigenlijk maar één bed tekort nu. Dus dat is prima om te doen. Nou ja, we hebben eigenlijk genoeg bedden voor elke persoon. Maar dit is een peuterbed. En in het echt zou je natuurlijk denken, oh, nou, dan kan ik wel gehurkt in liggen. Maar in de Sims zeggen ze, nope, doet het niet. Want ik kan als moeder er alleen op zitten. En als kind ook. Een kind zou hier op zich nog wel kunnen inpassen. Wat gaat die peuter nu doen? Peuter wil aandacht. We hebben zeker geen peutertablet. Nee, ga dan maar met de blokken stapelen. Waarom ligt dit ernaast? Of, dat is misschien ook wel leuk, hulp bij stapelen van mama. Want dan heb je en aandacht en mama heeft als het goed is ook plezier. Kijk, niveau 2 van de beweging, helemaal top. Wat ga je doen? Praten? Nee. Ga maar vormen leren.
Ze heeft gewoon een keertje tijd voor de kind. Dat is ook een wonder. En er is er weer een wakker. Dat ben jij. En jij mag even gaan douchen. En jouw plezier is ook naar de prut. En jouw blaas ook. Ga maar plassen. En ga dan maar hier zitten. En dan mag je... Oh, we hebben wel een peutertablet. Die heeft zij gewoon nog in de zak zitten. En we hebben bedorven erwten. Oh, dan worden ze allemaal tegelijk wakker. Nee! Niet allemaal tegelijk. Jij bent wakker, jij moet plassen. Nou, ga snel plassen voordat je... Oh, jullie worden wakker vanwege dat scheidmonster onder het bed. Nee, laat me dus met rust. Ja, nu ben je te laat. Nu gaat je zus plassen of niet. Ga plassen. Hoezo ga je er niet bij? Wat de heck? Er ligt niks in de weg, toch? Kom eens hierheen. Dat kan je. Goed zo. Kom nou eens hierheen. Ja, dat kan je ook. Ik zie ook niks hier liggen, dus kom hierheen. De deur wordt geblokkeerd. Ontgrendelen. Gebruik. Had ik die deur? Oh, die heb ik op slot gedaan natuurlijk, omdat eerst die babywieg daarin lag. Oh, wat erg. Hoeveel kinderen hebben in hun broek gepist zonder dat ik het door heb gehad? Ik had natuurlijk eerst die deur ontgrendeld. Omdat die wieg daarin lag. En ik wilde niet de hele tijd dat die kinderen dan naar die kamer gingen. En dan om naar hun broertje of zusje te kijken. Dat die moeder er dan vervolgens niet bij kon. Jij stinkt ook lekker. Ja, je gaat zelf wel douchen. Goed zo. Jij mag weer gaan slapen. Oh, dat kan niet. Ga dan maar in dit bed slapen. Dat kan ook niet. Jullie zijn allemaal bang voor dat monster. Jongen. Ga dan maar spelen. Je emoties verwerken. Hoe gaat het met jou? Jij moet plassen. Ga maar. Oké. Jij komt ook de wc uit. Ga jij... Oh, hij gaat schoonmaken. Wat lief. Is jouw huiswerk al klaar? Oh, zijn huiswerk is ook al klaar. Nou, dan mag je gaan douchen. Kijk, moeder gaat sprayen. Goed, zo. Nou, heb ze alleen nog steeds niet gedoucht, hè? Ze zouden de douche gaan. Oh, kijk nu al die kinderen achter elkaar. Ik denk dat die kinderen een soort van overleefd hebben, omdat ze natuurlijk ook nog naar school gingen. Oh, ze heeft de douche schoongemaakt. Oh. Maar ik denk dat die kinderen toch nog een soort van overleefd hebben met die blaas. Omdat ze dan op school naar de wc zijn geweest. Want ik kan me ook niet herinneren dat er een deuntje was. Dat er een kind in zijn broek had gepiest. Oké, als er één plek is waar je dit niet moet gaan doen, Denemarken. Dan is het daar. Want niemand kan erbij. Gaat hij hier. Dan mag je weer gaan spelen. Zo. En Burg komt onder de douche vandaan. Dan mag jij gaan slapen. En jij mag ook gaan slapen. En die peuter mag op een potje. Oh, daar heeft hij hulp van mama bij nodig. Dat kan wel. En Jelmer, 1W2E4. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Hé, jij moet wat doen. Leer de kleine is op een potje te gaan. Wat voor dag is het nou weer? De loterij! Oh. Oké, kan er een mot een polletje maken? Gaan we wel of niet een ticket kopen voor de loterij? Jij mag nu douchen, je kind kan het nu zelf. Zo. En daarna mag je slapen, zo te zien. Ja, dat zal wat zijn als we winnen. Hele dag je blaas ophouden totdat je naar school mag. Dat is wel heel heftig. Oké, Miepukkie maakt een pol. Gaan we een lot kopen. Moet het ook weer op de computer zeker? Oh, via de telefoon kan ook. Dat is mooi, want de computer hebben we nog niet. Jij mag lekker. Wat heb jij nog nodig? Communicatie, denken en fantasie is laag. Denken is het allerlaagste. En denken zijn de blokjes. Ga maar
Dat mag je nog niet. Dan ga dan maar op de tablet. Hier, Sims Form spelen. Zo. En Teutel07, dankjewel voor het volgen. Welkom. Moet ik wel meer geld hebben? Ja, dan moeten we dan mee aan de slag. Maar straks zijn er weer wat kinderen naar school. Dus dan kan ik even wat geld verdienen. Het gaat iets beter met moeder, heb ik het idee. Kijk, ze gaan er 4 naar school over een uur. Maar de poll loopt. Dus stem maar mee of ik wel of geen lot moet gaan kopen. Slaap lekker, Bianca. Leuk dat je er was. En fijn dat je weer in je eigen bedje mag slapen. En dan alweer. Jongen. Ga dan maar eten, want je hebt trek. Een klikje, want je moet ook bijna naar school. Ik ben er zijn ook wakker. Jouw plezier is laag, dus ga jij dan maar even je emoties verwerken. En het antwoord is met 91% ja. 10 van jullie zeggen ja, ze moet een lot kopen. Dus we gaan een lot kopen. Ik ben wel benieuwd hoe duur dat is. Zal het bij entertainment staan? 100 simoleons, oké. Dat moet ons toch wel lukken. Oh, er lopen twee, een kat en een hond. Die zijn allebei ziek. Ja, ga jij maar weer sprayen. Oh, dat kan niet meer. Ga dan maar weer slapen. Ik weet niet waarom je wakker wordt. Oké. Dat is één kind naar school. Naar school. Wat is dit? Naar school. Die is al naar school. Lekker bezig. Wegwezen. Oh, zie je? Er is nog wel een monster. Zo, allemaal wegwezen. Het is een klein kansje, maar als je wint zou dat superveel helpen, ja. Superduper veel helpen. Hoe gaat het met ons peuter? Dat gaat helemaal top met die peuter. Dat is mooi. Dan mag jij even gaan plassen. Alweer. Ik heb ook niet meer het concept van wat een normale aantal keer plassen is per dag. Omdat zij als zwangere natuurlijk constant moet plassen. Oh jee, Denemarken begon een voedselgevecht. Eerst in de chat, jongens. In het cafeteria waar de meeste andere leerlingen aan deelnamen. We zijn nog steeds bezig met opruimen. Een geboren leider. Ze moet helpen schoonmaken of onacceptabel. Straf is de enige maatregel. En de eerste was Miss Divi die zegt leider. Een geboren leider. Empathie neemt toe, verantwoordelijkheid neemt af. Moeten de kinderen niet hard werken op school? Ja, dat kan, maar die is ongemakkelijk. Jij bent blij, dus jij kan wel hard werken. Jij bent ook blij, dus jij mag ook wel hard werken. Zo. Je mag even iets kleins. Wat was het ook alweer? Een snelle maaltijd. Pak maar een boterham met ham en kaas. En dan gaan we zo even wat geld verdienen. Nee, we gaan geen oogstfeest doen morgen. Nee, dit wilde ik niet. Die. Dat is voor een Let's Play serie. Daar heb je hier geen tijd voor. als je genoeg geld hebt, kan je een fatsoenlijk huis bouwen. En de kinderen en peuters hun eigen kamer geven. Dat is waar. Maar dit is ook wel een interessante twist. Waarom gaat die peuter daar? Doe het even lekker daar of zo. En jij ook hierheen. Het is echt de meest onpraktische plek om op je peutertablet te gaan zitten spelen. Je bent trouwens moe. Ga maar slapen. En jij gaat in de regen spelen. Ga maar eens even in de regen wat geld verzamelen. Hier. Graven. Werken voor je geld. Zo snel met die dikke zwangere buik. Ze kan ook elk moment bevallen. We hebben kalksteen. Ik moet wel even de energie in de gaten houden. Want die gaat elk moment flauw vallen trouwens. Hebben we hierachter nog iets? Nee hè? Hier is vaak nog wel eens wat. Ik zie daar een poes zitten. We hebben hier een vuilnisplant. Valt haar iets te oogsten? Nee. Valt er voor de rest hier nog wat te vinden? Hier, graven. Hoppatee. Dan mag je daarna terug naar huis. Want die blijft niet lang meer wakker. En dan kunnen we ondertussen... Kijk, we kunnen een kikker verkopen. Want die hadden we nog dubbel. We kunnen ook weer meteen eentje fokken.
Oh, en dan kunnen we er nog één verkopen. En de capsules ga ik gewoon verkopen. Hoppatee, genoeg geld voor een ticket. Kalksteen mag weg. Top. Top. Een lot kost 100 simoleons. En welkom, Draco. Zo. Koop maar een ticket. Senzibi? Oh, nee, ze is nu aan het bevallen. Ze heeft echt nul energie, jongens. Oké, okay. Koop je ticket. Ja. Nee, we gaan naar het ziekenhuis. Niet iedereen naar huis sturen. Er is geen visite. Baby in het ziekenhuis krijgen. We gaan mee. We nemen niemand voor de rest mee. Zo. Ja. Oké, okay. Even kijken of hij het doet. Ik ga een lijstje openzetten. Als jij een naam wil bedenken met de F. Een topografische naam met de F. Bijvoorbeeld Finland, Flevoland, Friesland... andere landen, provincies, plaatsen met een F. Dan doe je mee. Typ je gewoon uitroepteken join om op de lijst te komen. En dan ga ik straks iemand loten. En die mag dan babytje F de naam bedenken. Dus typ join. En dan wie weet wordt jouw naam zo meteen gekozen. Bij receptie inchecken. Nee, we gaan niet op de computer. Je bent aan het bevallen. Oh, dat is grappig. Hij liet zijn pasje zien. Oké. Ja? Heb je nou ingecheckt? Check je nou eens in. Daar gaan we. Oké, daar gaan we. We krijgen een geestdokter. Check. Check wie er achter ons aankomt. Dit wordt wat. Oh. Lekker dat skelet ook hier in de kamer. Nou. Wordt het een jongetje of een meisje echt spannend? Maar goed dat ze de baby niet hoeven op te vangen. Nee, dat zou wat zijn. Zo op de grond. Oh, wat grappig. Je kan haar tattoo ook gewoon zien nu hier. Nou. Oh jee, dit ziet er niet goed uit. Oh, er komt een ooievaar en nog een ooievaar. En nog een ooievaar en nog een ooievaar. We hebben er maar eentje nodig hoor. Of twee. Dat is erg genoeg. En het is een jongetje. Het is een jongetje geworden. Dus ik ga nu naar de lijst. Even kijken. Cloudpot. En dan gaan we naar de lijst. Ik zie dat 7 mensen staan op de lijst. En ik pak er nu random 1 uit. En Willy Lazy Lady. Annette, jij mag een naam doorgeven met een F. Een topografische naam met een F. Welke wordt het, Willy Lazy Lady? Welke naam kies je? Ik ben benieuwd. Hoe gaat jongetje aarde heten? F jongetje aarde. Het klinkt ook zo stom. F. Oeh, jeetje, Mina. Fuerteventura. Oké, okay, en nou is de vraag. Wordt het 1? Of wordt het een tweeling? 1 baby. Het is 1 baby geworden. Fuerteventura. Dat je het lijkt. Hoe betekent je het? Anumanubu. Ja. Oké, dat gaan we even toevoegen op de lijst. Dus uitroepteken stamboom in de chat. Het woord Fuerteventura. En heb ik het goed gespeld? Ja. Dat wordt een blauwe naam. Zo. Dat is de verkeerde blauw. Zo. En dan is Triton Atlantis van Just Wendy de eerstvolgende
die je moeder zwanger mag gaan maken. Als je de stamboom wil zien, uitroepteken stamboom in de chat. Ik kies elke keer de verkeerde blauw. Zo. Oké. Dan is het nu al even verdrietig. Waar ga ik die wieg laten? Oh. Want nu wordt de wc geblokkeerd. Dat is niet, niet handig. Als ik die, kan ik die daartussen zetten? Kan ik iets? Gewoon random in het midden. Hebben we ruimte om te vergroten? Oeh. Ja, we staan op klein wonen. Oké. Dit is 60. Oké, dat kunnen we betalen. Dan gaan we deze draaien. En heel onhygiënisch, maar het potje gaat ernaast. En dan komt de wieg hier. Zo, toch weer een kleine uitbreiding. Hoeveel mannen hebben we nog in de rij? Nog 2 op dit moment. En dan gaat de beloning weer aan. Ja, ga de vieze lui maar verschonen. Ik moet trouwens even zoeken waar die woont. Eerst even opslaan natuurlijk, voordat we straks die baby kwijt zijn. Miss Divi heeft al gespaard. Nee, ik heb niet genoeg voor een stapelbed. Maar ik wil even kijken in de wereld. Oh, wacht, dat hoeft niet zo. Hè? Dat kan gewoon met reizen. Waar woont hij? Dat is de Brandfamilie. Dat is mijn mens-selfie. Wat is die van Binky? Volgens mij is dat nog gewoon een Tony Sim. Waar hebben we die van Wendy ooit gestopt? Van Dam. Wie zit daarbij? Nee. Oh. Want die hebben we zo nodig natuurlijk. Er moet een nieuwe baby in die buik. Jiska, oh, kan er alvast eentje maken. Ja, ik neem aan dat in de tussentijd heel veel van jullie al genoeg puntjes hebben gespaard. Hier woont familie Hoekstra. Hier woont de familie Heethart. Landgraaf, die zit hier. Oh, hier zit... Oh, dat is Max de Man. Die hebben we... Ja, hebben we die al gehad? Ja, oh ja, dat is de papa van Eritrea. Die hebben we al gehad. Hier woont Van Dijk. Zest... De huisgenoten. Groen. Nee. Hier woont denk ik niemand. Nee. Heb ik iets gedaan in Newcrest? Nee, die is leeg. Windenburg. Wendy is er nu zeker niet, hè? Even kijken. Vrije Geesten. De familie Munch. Die zijn leeg. Hier wonen de Party People. De familie Bear. Want hier. Op een of andere manier. Ik neig naar San Myshuno. Maar ik weet het dus niet zeker. Want ik heb op een gegeven moment toen heel veel in San Myshuno gestopt. Dit is. Dit is de papa van Fuerteventura. Huub Klaas McFiedelface. Wie woont hier? Benali. Ik moet natuurlijk kijken naar. Dat is een dingetje. Je moet op die kleur letten trouwens. Forgotten Hollow. Heb ik iemand in Forgotten Hollow gestopt? Nee. Brindelt. Oh, daar zaten we al. Want daar zit ik zelf natuurlijk. Delsel Valley. Hier heb ik niks aangepast, zo te zien. Strangerville. Zou natuurlijk ook nog kunnen. Hier heb ik ook niks aangepast. Sulani. Er zitten er ook een paar in Sulani inderdaad. Oh, hier woont hij. Triton Atlantis. Dit wordt de volgende papa. En dit is dus een Semer Sim. Dus het kan zijn dat baby 7 dus een Semer Sim gaat worden. Ja, daar gaan we dan heen. En wie woont hier? Vadertje voor Kim. Deze is deze van Meepucky? Ik weet niet meer. Wat is jouw naam? Matteo Jameson. Oh nee, die was van Sabrina. Dat is de papa van Canada en Denemarken. Die hebben we al gehad. Die woont hier. Oh ja. Deze is van Dagmar.
Maar die is nog niet aan de beurt. Eerst is Triton Atlantis aan de beurt. Oké. Maar we zijn eerst hier met de huilende baby. Ze is op het ziekenhuis, schort op zomer aan. Oh, ze heeft ook een herinnering. Met Eritrea, wat schattig. Denemarken heeft weer een voorwerp gejat. Nou, weet je, het gaat nu goed met moeders. Ga maar even douchen. Kleed even wat anders aan. En dan laten we die koters even lekker alleen thuis. Wat moet jij nou weer? Nee. Doei. Jij mag gaan plassen. Ga maar plassen. Jij mag gaan slapen. Dat lukt niet, want er zit een jankende baby. Ga maar daar slapen. Jij mag gaan douchen. Jij mag even je baby verzorgen. Ja, wel nog even voor de baby zorgen, ja. Levensstijl in uitvoering. Moeder heeft haar eerste stap richting het ontgrendelen van een levensstijl gezet. Wat? Naar levensstijlen gaan. Oh, een Sims. Sims met een Sims-sim levensstijl vinden het heel makkelijk om vrienden te maken en een grote groep vrienden te hebben. Hoewel dit soms ten koste gaat van het vormen van een hechte band met die vrienden. Om deze levensstijl te bemachtigen of te behouden moet een Sim 4 of meer vrienden hebben. Ja, dat is wel makkelijk met deze challenge. Doe je verder, leuk dat je er was. Dus om dit te onderhouden moeten dus vriendschappen met vrienden van een lager niveau. Wat natuurlijk heel makkelijk is, want die papa's, zodra we eenmaal een baby in de buik hebben zitten, is het doei papa. En verschillende voordelen als acties met 3 of meer vrienden tegelijk uitvoeren. Minder geneigd om langdurige gevoelens met vrienden op te bouwen. Dat is wel sneu, want die kinderen tellen dus ook mee. Zij zal dus minder geneigd zijn om langdurige gevoelens met haar eigen kinderen op te bouwen. Ze heeft wel grotere behoefte om sociaal te zijn. Dat is wel even een nadeeltje, want die loopt hier al heel erg achteruit. En ze is gespannen als vriendengroepen uit minder dan 4 Sims bestaan. Dus we moeten zorgen dat we elke keer zo snel mogelijk baby's in het spel hebben. Elke keer. Dat ze nooit lang alleen woont. Hey Kaat! Sharon? Niks zeggen. Ik geniet zo heerlijk van mijn stream. Oké. Okay. Mama gaat op reis, olé olé. Lekker naar de zon, olé olé. Is dat je antwoord of is dat gewoon leuk? Ik deel een emote in de chat. Sharon, wat wil je? Is dat je antwoord of is dat jee, ik deel een leuke emote in de chat? Dat is je antwoord. Nou, als er dus mensen vandaag mij komen volgen en denken, waarom heeft Kim dat op haar hoofd? Dan hebben jullie wel een hele leuke emote die jullie al in de chat kunnen gooien. Nee, Omri, ik riep je niet. Ik keek alleen even naar je. Wat kom je doen? Ja. Deze was het zeker waard, zegt ze dan ook nog. Omri wil ook mee streamen. Wil je mee streamen, Omri? Andere kant. Wil je mee streamen? Ja? Je hebt stream. Kun je meer beelden? Omri! Ja! Oh. Ja, hij praat als je tegen hem praat. Waar is hij? Ik zie hem niet meer. Oh, daar. Hoi. Hoor, scherp. Is hij scherp of niet? Nee, is niet scherp. Scherp. Blijf scherp. Blijf scherp. Blijf scherp. Blijf scherp. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Doe ik hem even zo. Een subje voor Binky. Wat lief, me Pucky. Dankjewel. Oh, dat vind ik leuk. Binky, je mag een vlaggetje kiezen. Wordt het rood, geel, groen, blauw of roze? Ik voel een
Zit je nou stiekem aan mijn voeten ruiken, jij? Ik voel opeens, zo ga ik mijn tikje tegen mijn hiel. Het wordt een rood vlaggetje voor Binky. Zo. Ik voel de bril glijden. Ik moet eigenlijk gewoon streamen als mijn haar nog vet is. Want dat, nu is het allemaal zacht. En dan voel ik die bril glijden. Nou, Kaat. Jongen, jongen. Binky de dog. En het is voor Binky alweer zijn vijfde maand. Omri is zeg maar bang voor mensen. Ook voor mij, maar hij tolereert mij. Maar het is zeg maar een afstandskat, dus hij durft niet dichtbij te komen. Maar nu denkt hij, oh, die voeten, die zitten nu onder je bureaustoel. Dat zie je niet, dat merk je niet. Maar ik heb gewoon een spiegel daar staan. Dus ik kan, want hij heeft dit al een paar keer eerder gedaan. Dus als hij onder mijn bureaustoel zit, dan kan ik hem gewoon in de gaten houden. Katten hebben toch geen besef van hoe een spiegel werkt. Oké, hier is jouw vlaggetje, Pinky. Vet lief van dag, maar allemaal hartjes in de chat. En dan gaan we een plekje erbij zoeken. Daar sta je dan. Dankjewel voor je subje, Dagmar. Oh ja, we hebben inderdaad een baby erbij. Dus dan gaan we een command. Hoppatee. Nu bestaat hij uit 6 baby's. Als je uitgetekend baby in de chat doet, dan weet je altijd wat de status is van het aantal kinderen die we hebben. Kijk, command heeft zich aangepast. Trouwens, een grappig verhaal over spiegels. Kijk, Omri snapt het concept van spiegel ook niet echt. Hij ziet het gewoon als een voorwerp. Hoezo, Kim is zot. Omri ziet de spiegel zeg maar gewoon als een voorwerp. Dus dat ding staat er en dan ruikt hij dan aan en zo. En Ruby had dan het concept van een spiegel door alleen als het om anderen ging en niet om zichzelf. Want ik hield haar dan wel eens vast voor een spiegel. En ze herkende dan wel mijn spiegelbeeld. Dus dan keek ze wel naar mij in de spiegel. Maar ze keek niet naar zichzelf. Alsof het een vampier is, zeg maar. Want vampieren hebben natuurlijk geen spiegelbeeld. Zo gedroeg ze zich. Alsof ze haar eigen spiegelbeeld niet zag. Dus ik vind het heel grappig. Want je ziet natuurlijk ook filmpjes van katten die dus bijvoorbeeld hun eigen spiegelbeeld aanvallen. Omdat ze denken dat het een andere kat is. Maar zowel Ruby, die dus nu al overleden is, als Omri zien het niet. Die ziet het gewoon als een voorwerp. Mipukje, even testen. Ja, ik ben benieuwd hoe jouw katten het zien, Dagmar. We gaan naar Triton. En volgens mij was het verhaal hierachter dat dit de vader van Ariel is. We nemen niemand mee. We gaan alleen. Ja, Dagmar heeft 3 katten. Ik ben benieuwd hoe het met jouw kat is. Oh, kijk, hij staat buiten. Nou, dat is helemaal handig. En de baby en de peuter zijn naar de kinderopvangverblijf gestuurd. Die zullen ook denken, wat vind ik een moeder met al die namen. Laten we een grappige introductie doen. Bama Bussa. Bama Bussa. Oh, hij is beduusd. Oh jee. Waarom? Waarom? Zing over de loterij. Laten we flirten. Ja, ik zing ook altijd met mijn rug naar iedereen toe. Oeh, dat vindt hij leuk. Laat hem leren kennen. Sabinet. Compliment geven over uiterlijk. Want ja, dit is natuurlijk wel iets wat indruk op hem maakt, hè? Hier staat een... Oh, wat gaan we doen? Nee. Ga eens niet door. Thompson. En laten we meteen even op de deur kloppen. Want ja, hoewel we natuurlijk thuis... Oh ja, op zich onder de douche kunnen doen. Weet ik nu al dat als we thuis komen dat we meteen... Young babies en zo hebben. Hallo, kom eens mee. Kom eens gezellig. Socializen met je visite. Een oprecht compliment geven. En laten we dat hier doen. Hier zitten en kletsen. Dan zijn we alvast op het bed. Kaat, zo, wat een lichaam. Hier mogen we Wendy voor bedanken. Wendy heeft deze vadertje ingeleverd. Echt een diepe stem ook. Camus Flamon. Borbaso. Nog een keer flirten. Pupsalai. Handen kussen. Yum yum. Smurgs Nizo. Boezing. Laten we over het warme weer praten, want dat ben jij natuurlijk nu niet gewend in de herfst met al die regen. Klop, klop, mop. Gaan we weer een beetje misschien omhelzen. Zou die dat al accepteren?
Ze hebben nog geen flirt geband. Ik weet niet of dat nu komt. Komt dat? Ja, daar is hij dan. Aantrekking bekennen. Hoppatee. Compliment geven over uiterlijk. Zal die vast heel leuk vinden. En een versiertruc. Ze is ook echt breder geworden. Ze is echt aangekomen door al die zwangerschappen. Eerste kus. Oelala. We hebben trouwens geen ruimte meer voor een tweeling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Dus ook al zouden we hem meenemen naar mijn huis, waar ik op een leylijn heb zitten, heeft geen zin, want er is nog maar ruimte voor één baby. Nee, we gaan er niet vandoor. Jij gaat niet op je telefoon. Je moet hem verleiden. Sexy pose. Oh, kijk. Ja, dat vindt hij interessant, hoor. Gewaagde vraag stellen. Ja, we kunnen... Oh, ja. Hoppatee. Eén baby van een gespierde hunk. Ja, ik ben benieuwd hoe dat kind er dan ook uit komt te zien. Of die dan... Of zeg maar het lichaam... zeg maar de spiermassa en de vetmassa die een sim heeft. Of dat wordt meegenomen in de genen. Ondertussen zit er hier achter gewoon eentje te vissen. Dus die zegt, oeh, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, dat zou eigenlijk een dingetje zijn die je dan moet zou testen. En Frodo B66, dankjewel voor het volgen. Welkom. Je komt op een lekker moment binnen. We zijn aan het kijken of we baby 7 in de buik van mama kunnen krijgen. Tot nu toe gaat het goed. En Eritrea leert nog wat op kinderdagverblijf. Helemaal lekker bezig, kind. Oké. Ga maar een testje doen. Is ze zwanger? Ja! Babytje 7 komt eraan. Nou, dan zeggen we, ik ben zwanger voor je. Dankjewel voor jouw medewerking. En tot nooit meer ziens. En jij gaat naar huis. En dan ga ik even op de stamboom maar invullen dat ze zwanger is. Zo. Baby 7 komt eraan. Het staat op de stamboom. Oké, waar is ze inmiddels? Is daar. Gaat ze... Hoe heb ze nou opeens dat ziekenhuisding weer aan? Ja, hij komt vast nog wel een paar keer stalken, inderdaad. Maar het valt me op dat van alle stalkers die ik heb, dat vadertje 1 de ergste is. Waterbespaardag is nu afgelopen. Bedankt voor de medewerking en blijf zoveel mogelijk water besparen. Ik heb geen water bespaard vandaag. Maar geldt het dat geldt misschien voor Sulani. Dat geldt niet voor waar we wonen. Ik weet niet of dat voor ons geldt of voor Sulani. Kijk, kinderen zijn weer terug van dagverblijf. Moeders heeft honger. Oké, moeders. Dan mag jij weer even wat gaan koken. Want dan hebben we weer klikjes in de koelkast. Doe maar een groente tempura. En jij staat toch hier. Jij mag even het bedorven voedsel weghalen. En dan mag je douchen. Hoe gaat het met jou? Jij moet plassen. Ga plassen. Nee, hij doet het in zijn broek. Hij was op weg naar de wc. Hij stond 2 meter van de wc. En nu gaat ook net zijn zus naar de wc. Of was mij hier ook iemand gepiest? Nee! Scheid kinderen af en toe. Ja, dan moet jij weer stoppen met koken. En dan moet je dit kind gaan aanspreken. Godzakken zeg. Gedrag bestraffen. Bestraffen. Straffen. Zo. Gaat ze in de ziekenhuisding. Oh, ja. We zeggen... geen telefoon. Zo, dat is je straf. Nou, kan moeder weer verder met de groente tempura. Het
ga je nou weer doen? Oh, dat gaan we zitten doen. Nee, we gaan niet met hem kletsen. Je moet eten maken. Je hebt honger. Helemaal nu je zwanger bent. Hoe gaat het met jou? Met jou gaat het soort van goed. Lukt het, Omri? Ja? Heb je weer je gekke ADHD-uurtje? Oké, Burg. Jij mag even... Valt dit nog te repareren? Opnieuw beginnen. Oh, Goshi. Ze moet opnieuw beginnen. Hoe gaat het met haar cijfers trouwens? Ze heeft een 8. Het zit inmiddels in het goed. Ze gaat steeds beter. Oké, wie moet er douchen? Jij moet douchen. Ga maar douchen. Hoe gaat het met jou? Jij moet ook douchen. Maar jouw plezier is op zich goed, dus jij mag wel even wat huiswerk gaan maken. En wat is dit? Dit is bedorven. Weg ermee. Past niet meer. Heel fijn. Oh, we hebben geld nodig. Het zou heel fijn zijn als we die loterij zouden winnen. Maar aan de andere kant is het ook weer te makkelijk natuurlijk. Oké. Nou, moeders heeft eten gemaakt. Hoe gaat het met jou? Jij hebt honger. Kom maar eten halen. Een portie pakken. Jij staat onder de douche, maar jij mag daarna ook een portie pakken. Jij hebt geen honger, maar jouw energie is eraan. Dus kom maar alvast hierheen. Zit er weer een met de koelkast te slaan, hè? Kom jij maar even die stukjes en beetjes. Oh, jij was bezig met je huiswerk. Dat is waar ook. Mag je nadat je klaar bent met huiswerk douchen? Waar ben jij? Jij bent daar. Jij hebt honger. Nou, pak eten. En Peutertje moet op het potje. Kom maar op het potje. Nee, je hebt geen hulp nodig. Je kan het nu zelf. Ga maar zelf. En als je op het potje bent geweest, mag je daarna slapen. Eritrea is maar een hulpeloos peuter. Kit loopt eigenlijk alleen buiten. jouw plezier is laag. Nee, dat gaan we niet doen. Jij gaat gewoon spelen met het poppetje. Dat ga je doen. En jij mag, als je klaar bent, ook gaan spelen. Zo. Wat ben je aan het doen, joh? Omri. Ik hoor hem maar heen en weer lopen en rennen, weet ik veel wat. Nou is die moeder weer wakker. Waarom ben jij nou weer wakker? Oh, hij heeft op zijn telefoon gezeten. Wat erg. Brutaal kind. Ja, hallo. Jongen. Wat een vervelend kind ben je. Ruim het maar op. Oh, het is nu weg. Jouw plezier is laag. Je kan... Oh, kinderen kunnen ook met een peuter spelen. Wat schattig. Maar jij mag even je emoties gaan verwerken. Het gaat niet helemaal lekker met jou. Ik heb te veel kinderen. Oh. Hoe gaat het met Aalst? De plezier is al wat omhoog. Ga dan je huiswerk maar maken. Zo. Burg Haamstede raakt soms geïnspireerd door met een poppenhuis te spelen. Dat zou best kunnen. Maar als ik een poppenhuis neerzet, dan zijn er tig andere kinderen die dan denken... Ja, die kunnen we slopen, olé olé. Als jouw peuter in dat bed gaat liggen, wil niet zeggen dat je moet stoppen met je huiswerk maken. Hoe gaat het met jou? Jij bent nog wel lekker met je plezier bezig. Hoe gaat het met jou? Jij mag ook... Oh, jij hebt je huiswerk al klaar. Wat een goed kind. Heb jij ook dit project assisteren? Zorgvuldig werken. Ga je project maar maken. Zo. Met wie ben je nu aan het kletsen? Met hem. Ga jij dan ook maar je huiswerk maken? Nu samen huiswerk maken. Kan toch? Geen idee. Oh, kijk. Zie sociaal niveau 6. Lekker bezig kind. En hij zit daar maar een beetje te zitten.
Waarom? Ga jij ook maar je huiswerk maken? Als er iemand stout is geweest, dan is hij het wel. Ja, het is ook gezellig om zo samen huiswerk te maken. Beetje kletsen tussendoor. Ondertussen is hij buiten. Dit is eigenlijk wel schandelijk, hè? Echt ouderschapspunten min 100. Door je kind buiten om 2 uur 's nachts in de regen aan zijn schoolproject te laten werken. Ta-ta-ta! Ja? Nou ja, jij mag zo meteen wel gaan slapen. Doe maar dit bed. Oh, ze heeft weer een dingetje. Ga maar slapen trouwens. Jij bent nog bezig met je huiswerk. Ik moet even die statussen kijken van iedereen. Ook. De loterij was een succes. Moeder had een geweldige tijd en heeft alles kunnen doen wat ze voor ogen had. Lot kopen. Wat een rust. Heerlijk dit huishouden. Babytje in de wieg. Peutertje slaapt. Slaapt een kind. Andere 3 maken rustig hun huiswerk. Heerlijk. Heerlijk dit. Oké. Kijk, Aalst heeft haar huiswerk af. Dat ben jij. En jouw plezier is naar de prut. Dus ga maar weer lekker spelen. Zo. Ik ben trouwens benieuwd. Oh, jij kan een insigne ophalen voor burgerverantwoordelijkheid. Oh, baby huilt. En nou is die ook weer wakker. We hebben een aparte kamer nodig voor die baby. Oké. We gaan jou fokken met een zandkikker. Hoppatee. We hebben geld nodig. Zo. Vieze luier verschonen. Zo. Eigenlijk zou moeder zich sowieso moeten opofferen dat die in deze kamer slaapt. Jij was aan het slapen. Of nee, jij was aan het slapen. Pak dit bed maar. Ga maar daar slapen. Daar is de baby niet. Hoe gaat het met moeder? Ah, hij zit weer op zijn telefoon. Wat is dit voor een brutaal kind? Is dit nog goed? Ja, dan mag je die gaan eten. Oké. Hij is hardleers. Nou. Hoe gaat het met jou? Jij mag wel gaan slapen. En omdat jouw energie best wel goed is, ga jij maar in de huilkamer slapen. Jij zit daar te spelen. Jouw energie is ook nog op zich nog wel goed. Wat wil jij nou weer doen? Oh, eerst in de chat. Ik heb een stom cadeau gekregen. Ik wil het met een vriend ruilen of teruggeven. Mag dat? Dat cadeau was voor jou. Wees dankbaar. Tuurlijk, geef het maar aan iemand anders. Of laat het terugbrengen naar de winkel. Welk antwoord gaan we kiezen? Laat maar weten. Eerst in de chat. Miepukki zegt dankbaar. Verhoogde manieren en empathie neemt af. Oké. Wat ben jij aan het doen? Waarom heb je het koud? Dat was vreemd. Heb je het ergens koud? Oh, ze heeft het echt koud. Er is geen thermostaat natuurlijk in het huis. Dat durf ik ook niet aan. Ga maar plassen. En dit potje mag schoongemaakt worden. Kijk, Annette zegt hetzelfde als Dagmar. Dus dat komt goed dan. Jij slaapt. Jij bent daar bezig. Jouw huiswerk, is die af? Ja, die is af. Oké, welk project is van jou? Deze. Zorgvuldig beginnen te werken. Ga maar aan je schoolproject. Zo. Jij slaapt. Wat ga jij nou weer doen? Wij willen naar de geboorteakte kijken. Oeh, hij is gespannen. Wat heeft ze straf overtreden? Straf geen telefoon.
Oh, hij is blij omdat hij het slopen leuk vindt. Maar jouw plezier is laag. Dus ga maar je emoties verwerken. Want daar mag je wel mee spelen. Je moet gewoon je telefoon met rust laten, vriend. Dat is wat je moet doen. En dat ding gaat weer vol zitten. Dus die mag je met klikjes en beetjes weer leegmaken. Volgens mij heb ze al best wel veel. Hier, 565 klikjes en 570 beetjes. Oké, hij kreeg straf omdat hij met zijn speelgoed aan het spelen was. Maar dat is geen telefoon. Nou, ga dan maar slapen. Dan kan je ook geen straf krijgen. Oh, nee, dat was jij niet, dat was jij. Ga maar slapen. Zo sneu. Die moeder heeft hem ook straf voor dingen als hij geen straf overtreedt. Ik hoor iets. De wc is stuk. Nee. Ga die maar repareren. Oké. Fix it. Ja. Moeder heeft er wat verbeterd. En ondertussen gaat de baby weer huilen. Wat is je probleem? De borst geven. Aals is weer wakker. Dan mag Aals gaan plassen. Annette zegt, dat heb ik vaak al gehoord. Dat als kinderen en tieners, als ze straf hebben gehad, overal straf voor krijgen. Zelfs voor slapen. Oh ja, dat is dan wel irritant. Oh ja, ze willen hem nu ook inderdaad straf geven voor slapen. Dat is dan wel stom. Nou, moeders mag dan ook even gaan slapen. Dan heb je straks energie. Als de kinderen naar school gaan, dan kunnen wij even door de wijk weer gaan voor geld. Oké, en hoe is het met Aals? Wat wil je doen? Ze wil kletsen met de broer. Ga dan ondertussen ook spelen met die. Zo schattig. Oh, er sloeg er weer één voor zichzelf voor de hoofd. Ik vind het echt schattig dat ze samen iets doen. En hier in huis is het gewoon heerlijk rustig. Het zou tof zijn als zij vandaag nog die... Ja, ik weet niet of zij vandaag die 10 gaat halen. Dan moet ze wel heel goed bezig zijn. Ze heeft wel gewoon dit gedaan. Ze heeft de huiswerk voltooid. Ik kan haar schoolproject opnieuw laten doen. In de hoop dat ze dan misschien sneller groeit. In die balk. Wat is jouw probleem, kleine? Nee, wil je geen fles? Als moet over ons. Kijk, ze moet allemaal over een uur naar school. Gekke bekken trekken. Mama mag even douchen. Wat gaat het goed met die moeder? Bijna alles in het groen, joh. En Joyce 90, dankjewel voor het volgen. Welkom. Oh, de wc stinkt ook alweer. Hun zijn buiten lekker bezig. Jij slaapt, hebt honger en wat plezier. Jij hebt een blaas, maar dan kan je op school wel doen. En jij bent een peuter, dus die moet ik toch verzorgen. Maar dat gaat ook allemaal wel goed. En de baby, ja, daar kan ik niet op klikken natuurlijk. Kijk, Burg heeft mentaal niveau 4. Gaat ook lekker. Wat is dit voor een icoontje? Goed gezelschap. Ah. Ja, ze heeft... gevoelens. Volgens mij was het voor Eritrea. Zo. Ik moest niezen. Hoi Joyce. Aals heeft ook niveau 4. Dat is helemaal top. Nou weet je, we gaan gewoon nu al door die buurt. Want die kinderen worden toch elk moment opgehaald voor school. Wat is dit? Kunnen we oogsten? Dat is top. Kunnen we graven? Kunnen we ook graven?
Het gaat nu zo goed met die moeder. Daar wil ik echt elke seconde van meepakken. Dit kunnen we graven. Wat kunnen we graven? Dit is een kat, hè? Ja. Zo. Hier hebben we ook nog wat. Oeh, wat om te graven. Zien we hier verder nog iets liggen? Hier tussen misschien. Ja. Oogsten. Hoppatee. Hier niet meer, hè? Nee. Oh, ik zie die bril, jongens. Helemaal als je zo over die wereld heen vliegt. Dankjewel, Joyce. Niet comfortabel voor je ogen. Die kunnen we graven. Oh, het is vol. Gaan alle kinderen naar school? Naar school. Naar school. Jij bent al bezig. Jij slaapt nog. Naar school. Jij bent een peuter. Ja, of niet? Oké, oogsten. Graven. Ligt hier tussen nog wat? Nee. Heerlijk. Dat is zo goed. Nou ja, ik zie de energie alweer leeglopen. Ze is natuurlijk wel zwanger. Dat moet ik niet vergeten. Alles is wel lekker in het groen. Maar het gaat natuurlijk een stuk sneller omlaag. Omdat zij zwanger is. En ik zit alweer... Oké, eerst in de chat. Burg Haamstede zit met zijn klasse in een kringetje als de muziekleraar om een vrijwilliger vraagt. De docent kijkt hem recht aan. Maar Burg Haamstede ziet hoe spannend de leerling naast hem het vindt om een podium te betreden. Moet Burg Haamstede de kans wagen of de andere leerling sturen? Ik zie Miss Dibi zeggen kans. Zo. En wat? Oh, we hebben de loterij niet gewonnen. Ene Rania El Majburi heeft gewonnen. Dat is jammer. En hij heeft een kleine prestatiegroei gekregen. Dat is top. Misschien gaat Burg Haamstede wel eerder opgroeien dan zijn zus. Dat zou ook nog een ding zijn. Dat hij eerder alles haalt wat hij moet halen. Ik heb best wel veel dingen nu al gevonden, hè? Hier hebben we nog wat. Graven. En graven. Geen kikkers nu nergens. Ik zie nergens iets. Een boomstronkje of zo. Zou dat seizoensgebonden zijn? Of een bepaald moment van de dag gebonden zijn? Slaap lekker, Jiska. Leuk dat je er was. We zijn wel weer thuis. Dan mag je alweer terugkomen. Oké. Kinderen slapen nog gewoon. Wat hebben we nou weer gedaan? Geen idee. Even kijken. We kunnen wel weer even een kikker fokken. Met die. 30. Hoppatee. 4 capsules. Hoppatee. Dan hebben we allemaal bloemen. Appels kunnen in de koelkast. Dat is goedkoper als we iets met appels maken. Steen kan weg. Ga maar even maar door hoor, moeders. Oh, ze moet zo naar huis komen. We hebben een vinkenveer. En een kardinalenveer. We moeten een vieze luier verschonen. Dus dan mag ze dat degen, weet ik veel wat daar buiten ligt, mag blijven liggen. En 6 baby's. Zo. En een peutertje hoort waar. Oh, die gaat uit zichzelf op een potje. Wat goed. En we hebben ook nog weer onderdelen voor allemaal verbeteringen gevonden. Nu komt ze naar de baby toe. Oké. Wat ga jij hierna doen? Jij hebt honger, dus we moeten even zorgen dat er iets klaar ligt. Hier, eten voor de peuter. Zo. Pak maar je portie. Oh, je was nog niet klaar met het potje. Nou ja, ga dat maar eten en ga daar maar op het potje daarna. Want dan zit er weer wat meer in je blaas, dus dan kan je dat er meteen uithalen. En Sascha Fijk, dankjewel voor het volgen. Welkom. Hoe ver zijn de vaardigheden van die peuter? Want dan moest je er... Oh, nou ik heb die site alweer weggeklikt. Hoeveel moest je er nou? Vaardigheden? 3 op... Oh, alles op 3. Ja.
Fantasie, het potje en de communicatie en denken. Eigenlijk alleen beweging is goed. En dat gaat natuurlijk per peuter steeds beter worden, want het huis wordt ook steeds groter. Doei je meer, Pukki. Succes morgen. Hoi, Sascha. Nee, ik denk niet dat we die peuter vandaag kunnen laten opgroeien. Ik weet niet wat jij wil gaan doen, want je hebt andere dingen die even wat belangrijker zijn, zoals je blaas. Mag je hem ook even schoonmaken, want die is echt vies. De wc is echt smerig. Dus, schoonmaken. Wat heb je nog meer? Je hebt ook honger. Dus je mag even een portie pakken en dan mag je daarna hier gaan slapen bij de baby. Ik vind het zo sneu dat die kinderen ook kinderpineut zijn en die moeder slaapt maar in dat andere bed. Zo. Jij gaat nu lekker. Potje, je hebt zo te merken je eten niet opgegeten. Eten. Je moet het wel eten. Eigenwijze peuter. Wat heb je nodig? Super efficiënte babyverzorging. Dat is waar ook. Ze is slim genoeg. Ik hoef niet meer zelf te bedenken wat ik ga doen met die peuter of met die baby. Dat kan ze nu zelf. Ja, ga maar eten. Weer heel boos. Oh jee, Denemarken zit wel van alles te jatten op school. Aalst heeft nog steeds een 8. Dat is jammer. Denemarken heeft ook een 8. Wacht. Even kijken hoor. Aalst heeft dus een 8. Die zou dus morgen in principe een 10 kunnen halen. En dat wil ik eigenlijk ook. Want morgen is het vrijdag. En anders moet je wachten tot maandag. Dan gaat er een heel weekend overheen. Dan heeft... hoe heet jij ook alweer? Burg heeft dus ook een 8. Canada een 6. Maar Denemarken heeft dus een 8. Dus Denemarken zou nog wel eens eerder ouder kunnen worden dan Canada. Dat is grappig. Nou zijn deze twee wel een tweeling? Of... Canada en Denemarken zijn een tweeling. Maar ik hou me er niet aan dat ze allebei dan iets moeten hebben gehaald. Het is gewoon per kind afzonderlijk. Worden ze beoordeeld. Ja. Nou, wat gaan we met jou doen? Jij moet slapen. Ga maar slapen. Wat moet jij doen? Jij moet helemaal slapen. En jij niet, maar jouw plezier is laag. Dus ga maar spelen met speelgoed dat je niet hebt. Ligt hier. Hier. Zo. Spelen. En jij, jouw plezier is ook laag, maar je hebt nog steeds straf. Dat is een beetje het probleem, want je krijgt straf voor alles. Ga maar douchen eerst. Dat moet je wel kunnen en mogen. Zonder dat mama boos wordt. Oké. Zo. Wat kun jij aan doen? Ik zei douchen. Ga douchen. Ga douchen. De deur is niet op slot. Ga douchen. Oh, is het weer zover. Herstellen. Zo. Douchen. Dank u. Nee, de badkamer is de andere kant. Oh, hij kreeg weer straf van zijn moeder. Hij krijgt straf voor douchen. ik zou zo inderdaad even kunnen kijken of we iets kunnen kopen. Omdat we nu natuurlijk wat geld verdiend hebben vandaag. En een uitbreiding aan het huis zou ook wel fijn zijn. Wat meer ruimte. Oh. Ja, ik kan ook een hoogslaper kopen inderdaad. Ik ga die kinderen nooit meer straf voor geven. Want hij mag niet op zijn telefoon, maar hij krijgt er overal straf voor. Hij krijgt zelfs straf voor douchen. Dat arme kind mag niks leuks meer doen. Heb je een boek? Want je hebt allemaal boeken gejat. Hoe ik je vader dumpte. Hoe toepasselijk voor deze challenge. Het is wel zo. Ga die maar lezen. Wauw, als er een boek is die je kan jatten als kind, is het deze wel. In de 100 baby challenge, hoe ik je vader dumpte. En hoe ik de vader van je broers en zussen daarvoor dumpte. En van je broers daarna. Nou is ook nog eens de douchestuk. Nou, kom die maar weer fixen. Waarom word jij gebeld? Weer die stalkervader. Nee, je gaat je kind geen straf geven voor het douchen.
Kom op, zeg. Arm kind. Ga dat boek lezen. Zo. Volgens mij loopt de peuter ook vast. Eten. Het is maar goed dat ik dat nu zie. Die peuter was me bijna afgenomen. Wat ga je nu doen? Je gaat toch niet slopen, hè? Nee! Dat is hoe je straf kreeg in eerste instantie. Ga dat boek lezen. Moet die kinderen ook telkens in de gaten houden. Bobble the Bee. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Ja, het is inderdaad vies. Ga maar schoonmaken. En ga maar douchen daarna, want je bent zelf ook vies. Hoe lang blijft hij gestraft? Ja, dat... Nee. Nou moet ik de hele tijd die moeder in de gaten houden, dat ze haar kind niet straft. En dan moet je de hele tijd dat kind in de gaten houden, dat je hem weer iets geeft om te doen. Want als je dat niet doet, dan gaat hij weer iets slopen. Tjongejonge, wat ben jij daar buiten aan het doen? Je hebt honger, ga maar een klietje pakken. Zo. Kan ik als moeder ook zijn straf weer afnemen? Want ik ben hier een beetje klaar mee. Opvoeden. Ik kan hem een time-out geven. Ik kan zijn straf niet intrekken? Serieus niet? Dus dat kind moet de hele tijd zorgen dat hij niet in dezelfde kamer is als die moeder, zodat ze hem niet betrapt. Wat is dit voor ding? Ik geef die kinderen nooit meer straf. Leuk joh, ouderschap. Nou, die moeder is toch moe. Dus jij mag na het douchen gaan slapen. Dan zie je helemaal niet meer wat je kind aan het doen is. Want even kijken hoe lang nog. 4 uur nog. Oké. Okay. En hij heeft echt amusement nodig. Dat is het ding. Daarom laat ik hem nu die boek lezen. Spelen met zijn speelgoed. Hij mag niet op zijn telefoon. Ik heb expres gewoon een straf gegeven waarvan je denkt... Nou, telefoon heeft hij op zak. Maar hij heeft ook speelgoed op zak. Dus dan mag je wel gewoon met dat speelgoed spelen. Ben jij nu aan het eten? Nee, hè? Het is wel de bedoeling dat je eet, vriend. Oh, nou dan gaan we de koelkast weer even openmaken. Pak daar maar een portie van. Nee, dat vreet jij niet. Dan blijf je er alleen maar mee zitten. Gaat dat wel eten? Ja, er wordt gegeten, dames en heren. Hij stopt voedsel in zijn buik. Godzijdank. Ondertussen is hij echt het perfecte kind. Alles loopt hij op te ruimen. Kijk, dan gaat hij buiten ook nog schoonmaken. Wat een goed kind. Wat een rust nu. Heerlijk. Oké. Okay. Wat ga je nu doen? Je plezier. Wat voor vaardigheid? Fantasie is het laagst. Dus dan mag je op je tablet die fantasie, dat is die, een lama gaan tekenen. Hier in de koelkast. Zo. Is je plezier wat hoger? Je plezier is wat hoger. Top. Pak maar een klikje. En dat kind buiten. Stukjes en beetjes. Douchen en dan gaan slapen. Dat ligt echt aan die maaltijd, hè? Die groentetempura. Ze moeten het allemaal niet. Jongen, jongen, nou pak dan maar appelmoes of zo. Dan eet die moeder die groente tempura wel op. Dankjewel, Amanda. Nee, dit bed is leuker. Ik wil niet op dat bed. Ik wil nu op dat bed. Het is wel de bedoeling dat jij iets gaat eten, vriend. Appelmoes, kom op. Gaat dan niet zeggen dat je daar ook straf voor krijgt, hè? Hoe lang nog? Nog 3 kwartier. Nou, blijf dan maar 3 kwartier erop zitten. Ga maar plassen, dat mag vast wel. Nee, dat mag ook niet.
Het arme kind mag niks. Jeetje, Mina. Nou, Eritrea heeft wel niveau 3 aan communiceren, omdat hij nu net met zijn broer aan het kletsen is. Is je straf al weg? Nog 7 minuten. Ja, ga weg. Ga weg. Goed zo. Oké. Klasse. Eten. Hoppatee. Misschien wilde die ook niet eten, omdat zijn moeder dan aan het kijken was. Dat hij daar ook straf voor zou krijgen. Dat is toch sneu. Eindelijk geen straffen meer. Ik ga het ook nooit meer straf geven. Oeh, jij hebt hulp nodig. Zo. Super efficiënte babyverzorging. Zo. En dan mag je jezelf ook even verzorgen. En er zit er een monster onder het bed. Oké, daar gaan we nu even wat aan doen. Oh ja, we gaan wel even eerst opslaan tussendoor. En dan gaan we even dat huis een beetje aanpassen. Want ik ben helemaal gek van dat monster onder het bed. Zo. Die mag lekker hier gaan staan. Zo. Even de muur omhoog, dan kunnen we zien dat ik die deur wil hebben en daarin gaan neerzetten. En ik wil die. Zo. En dan mag die wieg lekker hierheen. Zo. Want dan, ja, er staat wel een peuterbedje, maar er staat hier ook een peuterbedje. Dus die peuter heeft nog plekken waar hij naartoe kan gaan om te slapen. We hebben weer een kamer apart voor die kinderen, dus dat is wel fijn. Kan iedereen gewoon doorslapen. Dan. Ja, we kunnen wel zo'n bed. We kunnen nog niet zo'n bed. Dus laten we een hoogslaper pakken. Daar zit natuurlijk simmetjes op, dus die kunnen we niet gebruiken. Maar die wel. En dan moet ik de trap aan de rechterkant hebben. Dit is leuk aan de bedden. Je hebt dus gewoon, zeg maar, de hoogslaper. En dan kan je hier, kan ik dit uitzetten. En dan krijg ik dus de hoogslaper met de bed aan de met de ladder aan de, dit is even kijken. Ladder aan de rechterkant. Ik moet de ladder aan de linkerkant hebben. En voor welke swatch gaan we dan? Even in het licht, anders zie ik het niet. Ik zie het niet. Wat is een leuke. Oh, deze is schattig. Even kijken. Je kunt het peuterbed wisselen met het bed uit de keuken. Dan slaapt mama bij de baby. Ja, mama moet wel elke keer wakker worden als de baby... Dat is een goed idee. Zo. Dat bed moet even aan de kant. Die gaan we neerzetten. Dan gaan we die er... inzetten. Zo. Nou hebben we genoeg slaapplek voor iedereen. Dat is al mooi. Dan hebben we nog wat geld over. En met dat geld wil ik toch iets van plezier kopen. Oh ja, moeder kon nog breien. Ja, voor de rest hebben we niks, hè. Ja, laten we een sapvat. Dit vind ik ook wel leuk. Een maak de lama niet wakker speelset voor kinderen. Dan zetten we die gewoon hier heel onfatsoenlijk buiten neer. Maar dan kunnen kinderen samen ook nog spelen. Oh, ik zie het inderdaad. Stom bed. En een nieuwe volger. De jager Denise. Dankjewel voor het volgen. Ja, hier krijg ik...
natuurlijk niet meer voldoende geld voor terug. Maar ik wilde dus die. Oh, kak. Nou is dat andere bed ook weg. Die eruit. Die weg. Maar ik had de goede geselecteerd. Dat is dan wel irritant. Als je dan kleurfiltertjes gaat zoeken, dat hij dan niet de goede pakt. Nou ben ik dus geld kwijtgeraakt omdat ik hem heb verkocht. Krijg je er minder voor terug. Dus, zo dan maar. Nou ja, ik wil dus juist geen automatisch bed. Want stel dat ik zo'n bed niet tegen een muur aanzet, krijg je aan allebei de kanten een ladder. En dat vind ik dan weer niet mooi. Ik wil gewoon aan één kant een ladder. Oh, ik was klaar hier. Zo, moeder heeft weer gespreid. Moeder is heel speels. Ga maar breien. Ik zie dat je plezier nodig hebt. Breien. Breiproject hervatten. Zo, je tijgermuts. Hoe gaat het met jou? Jij moet douchen. Ga maar douchen. Ach, die bril, jongens. Die bril. Al die kinderen zijn meteen wakker. Jij bent bang. Maar jouw energie is ook wel goed. Jij hebt trek. Ga maar eten. Hebben we nog klikjes? We hebben nog klikjes. Hoe gaat het met jou? Jij bent wel moe. Dan mag jij gaan slapen. Zo. En jij bent al helemaal moe. Ga ook slapen. Kijk, twee kinderen bij elkaar. Vet leuk. Hoe gaat het met onze peuter? Peuter is ook moe. Peuter mag ook gaan slapen. Zo. En we hebben breinniveau 2. Lekker bezig. Hij is aan het eten, dat is goed. Oh, kijk, moeder heeft het breiproject voltooid. Nou, die gaan we dan op Fopsy zetten. Ja, op Fopsy plaatsen. Kwaliteit normaal, dus daar kunnen we wel tevreden mee zijn, denk ik dan. En ik wil eigenlijk voor elk kind afzonderlijk wil ik ook wel iets breien. Dus we gaan een muts breien voor Aalst. Wat? Oh, dat kost geld. Nee, we kunnen niet verder met onze hobby. Dat is gemeen. Oh nee, nou moeder gaat dan maar schoonmaken. We hebben niet genoeg geld voor onze hobby. Jouw plezier is laag, dus ga maar oefenen. En jij moet plassen. Zo. Slaap lekker, Miss Divi. En leuk dat je het leuk vindt om te komen kijken, Denise. Plezier is trouwens ook laag. Ga maar meespelen. Zo, dit is een leuke. Dit vind ik echt een leuke aanvulling. Oh, hij blijft staan. Hij blijft staan. Oké. Okay. En Ina van der Loven. Dankjewel voor het volgen, Ina. Welkom. Oké, Aalst. Aalst en Burg spelen samen. Aalst trekt er een uit. Hij blijft staan. Hij wankelt even. Nou gaat Burg. Burg heeft een trillarmpje. Hij pakt een blauwgroenige. Hij blijft staan. Nou is Aalst weer aan de beurt. Aalst zit er een stuk zelfverzekerder bij dan de broer. En hoppatee, trekt er in één keer zo eentje uit. Nou moet Burg weer. Hij pakt en hij start in! Ik wou dat ik ook zo, hoe heet dat? Ook gewoon zo, push! En de hele toren staat weer. Heerlijk. Gaat ze meedoen? Of gaat ze kijken? Ze gaat gewoon kletsen. Oeh, oh. Eerst in de chat. Speeltje zoek. Ik dacht aan een van mijn favoriete speeltjes en kan het niet vinden. Ik begin het te missen en word verdrietig. Blijf zoeken, speel met een ander speeltje of het is niet erg om verdrietig te zijn. Jenga, ja, het spel heet Jenga. Sharon zegt, blijf zoeken. Verantwoordelijkheid neemt toe en emotionele beheersing neemt af. Oh, nog één.
Nu is de dochter. Ik probeer mijn huiswerk te maken, maar de afgelopen paar taken waren heel moeilijk. Misschien ben ik gewoon niet slim genoeg. Wat vind jij? Besteed er meer tijd aan oefening baart kunst? Concentreer je op verschillende onderwerpen of vraag bijles van een klasgenoot? En Annette zegt oefening baart kunst. Zo, verantwoordelijkheid neemt toe en ook emotionele beheersing neemt af. Oeh, ik zag wat. Volgens mij... Oh, dik in het groen, die verantwoordelijkheid. Als Aals dus een tiener is met een 10, dan mogen we erop groeien. Maar ze moet eerst nog een kind zijn met een 10. En waarom gaat het plezier achteruit? Oh, ze is al gestopt, oké. Om haar moeder een knuffel te geven, vet lief. Nou, gaan we oefenen. Kan moeders meedoen? Maar je kan meespelen, dat is top. Kunnen ze met z'n... Nou, dit vind ik leuk. De eerste keer in de hele 100 Baby Challenge serie. Dat moeders gewoon quality time kan doorbrengen met haar kind. En niet één kind, met twee kinderen. Burgers niet zo zelfverzekerd elke keer. Heerlijk dit. Ja, een Aals die trekt er gewoon uit en die gaat er nog zo, joehoe, ik heb hem, mee uitslopen. Heerlijk kind. Petertje is alweer wakker. Waarom? Omdat je moe bent. Ga dan slaan. Oh, je hebt een nachtmerrie. Nou, oké, moeders. Voorlezen. Nou, ben jij ook nog eens wakker? Ja, dat komt door je broer. Ga maar een klikje eten, want ik zie ook dat je trek hebt. Oh, die zal weer wat anders gaan doen. Oh, dat is interessant. Zo lig ik ook altijd in mijn bed. Yo. Lukt het, Eritrea? Hij wil graag een grote jongen zijn. Eritrea wil graag een grote jongen zijn. Oké, trouwens. We zijn wel heel leuk aan het spelen. Moeiteloos door huiswerk heen slaan. Omdat ze geïnspireerd is waarschijnlijk. Ga dat maar doen. Hoe gaat het met jou? Plezier. En gaan we eerst douchen trouwens. Ik dacht dat hij met zijn project bezig was. Maar hij zat gewoon met speelgoed te spelen in de buurt van zijn project. Zo van, mama, kijk maar eens goed bezig zijn ondertussen. Haha, lekker met mijn speelgoed. Haha. Moeders mag ook wel weer gaan slapen. Of haalt de baby. Nee, baby is groen, dus dat gaat goed. Ga maar slapen. Wie hoor ik jammeren dan? Oh, de peuter. Ga nou slapen. Te bang? Waarom ben je verdrietig? Je had een nachtmerrie, maar je mama heeft een verhaaltje voorgelezen voor het slapen gaan. Opnieuw. Tjongejonge, ja, zo gaat het een eeuwigheid duren natuurlijk. Jij bent huiswerk bezig. Jij bent... Niet met huiswerk bezig, maar dat moet je nog wel maken. Dus ga dat maar doen. Jij bent in het rood, omdat je honger hebt. Wat wil je doen? Kijken wat gebeurt? Nee, je gaat eten. Ah, moeder is goede vrienden geworden met Eritrea. En Eritrea ook andersom. En moeder heeft een gevoel verdiend. Met Eritrea. Aanbiddend. Moeder wil gewoon het beste voor Eritrea. Oké, dit is echt heel zielig. Ze zegt toch altijd dat als ouders dan vragen... Oh, wie is je favoriete kind? Dat ouders daar niet tussenuit kunnen kiezen. Moeder denkt gewoon, scheid, ik heb een favoriet kind. Die eerste 4 kan er geen reet schelen. Kind 5 is haar favoriete kind. Een aanbiddend gevoel. Terwijl ze met 2 andere kinderen nog een spelletje heeft gespeeld buiten. Maar nee. Het gaat om Eritrea. Jij hebt gegeten. Heb jij ook je huiswerk al klaar? Nee, ga je huiswerk maken. Jij slaapt? Weer is die scheidpeuter wakker. Waarom nou weer? Nee, je gaat niet je broer wakker maken of je zus. Je gaat slapen.
En waarom lig jij een dutje te doen? Je moet gewoon normaal slapen. Zo. Eritrea kan nu rennen. Aalst heeft haar huiswerk af. Dat is mooi. En Milan Helling. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Hoe gaat het nu met jou? Al het huiswerk is klaar. Is je project al klaar? Nee, ga die maar afmaken. Die zou ze nog best af kunnen krijgen voordat school begint. En dan hoop ik echt dat zij vandaag haar 10 krijgt. Dan kunnen we haar opgroeien naar een tiener. Dan hebben we gewoon de eerste tiener in deze hele challenge. Dat zou echt top zijn. Wat een heerlijke rust dit trouwens. Ik zet hem even op mijn hoofd. Want hij begint echt te irriteren aan mijn neus. Ik heb hem al 10 keer naar voren, naar achter, naar voren, naar achter. En het doet nu zeer. Burghamstede heeft ook zijn huiswerk af. Dat is top. Jouw plezier is wel in de prut. Dus ga maar lekker even spelen. Oefenen. Zo. Kijk, zijn motoriek gaat er nog meteen van omhoog ook. Oh, dat is top. Het is goed voor je plezier, maar ook voor je motoriek. Wat een leuk spel. Top. Oh, ik vind het zo fijn, hè, die rust in huis. Maar ze hebben wel maar 2 simoleons. Dat is wel wat minder. Ik kan wel met moeders even weer een kikker fokken. Helaas geen dure. Zo. Kanna heeft zijn huiswerk af. Kanna heeft ook plezier nodig. Ga maar meespelen. Aals is lekker bezig hier. Alsjeblieft, blaas de boel niet op. Maar ze is zorgvuldig aan het werk. Oh, Sharon zegt, maakt niet uit. Ik had ook al gezegd dat je het op je hoofd mocht doen. Ja, net toen we even door die wereld heen gingen, toen merkte ik wel dat mijn ogen het niet echt trokken met die bril op. Maar met gewoon op je eigen kavel spelen is het oké. Maar het ding weegt nogal wat. Dus het voel je echt op je neus. Hey, is hij klaar of nog niet? Ik ben heel benieuwd als het straks klaar is. Ik hoop dat het klaar is, want we hebben nog maar een uurtje. En de baby huilt weer. En wat denkt moeders? Ik ga eerst plassen. Wat nou baby? Ik moet plassen. Hoe lang is ze nou al? Oh, ze is nu al 3 tot 6 maanden. Dat gaat snel. Oké, we hebben de super efficiënte baby. Dit mag allemaal weggegooid worden. Doe dat maar. En dan mag je weer even gaan koken. Want we moeten weer even een groepsmaaltijd hebben. Met zo'n gezin gaat het natuurlijk hard doorheen. Laten we... Oh kak, we moeten een goedkope groepsmaaltijd doen. Nee! Oh, dit is erg. Oh, deze is van 3. Kijk, die kunnen nog wel een portie van 8. Ze kan niet eens weer normale maaltijden kopen, want haar geld is echt... Nu is het geld gewoon op. We hebben nu niks meer. Je kunt nu stemmen. Ga naar de brievenbus of dichtstbijzijnse stembord om op beschikbare buurtactieplannen van deze week te stemmen. Oké. Canada gaat naar school. Jij gaat ook naar school. Jij gaat ook naar school. Hoe gaat het met jouw project? Kunnen we zien hoe ver dat project is? Nee, hè? Ik laat er dan nog even een kwartiertje eraan zitten, maar ik ben bang dat ze het niet gaat redden. Misschien moet het huis even schoongemaakt worden. Wees blij dat ik dat alles aan kantpakket heb uitgezet. Want anders zat dit nu ook nog eens onder het stof. Want het is een heel smerig huis geworden. Hoi Kaat, welkom terug. Nou, ik stuur je ook naar school, anders kom je te laat. Oké, jij gaat hard werken. Jij gaat hard werken. En jij, ze zijn allemaal... in een positieve gemoedstoestand. Dus ze gaan allemaal hard werken. Helemaal Aalst. Ik wil die 10. Ik wil gewoon die 10. Als er een moment is dat het moet gebeuren, is het nu. Want anders gaat er een heel weekend overheen. Die mag weg. In de koelkast. Jij mag weer stukjes en beetjes opduiken.
Ja, de boel. Dat kan je gewoon. Hey. Hoezo staat dat ding nou weer in de weg? Kom maar door het peuterbed. Zo. Joehoe. Zo, nou moet je erbij kunnen. Ja, goed, zo. Die mag weg. Dan mag dit even schoongemaakt worden. Onderdelen verzamelen. Je moet ook even plassen, zo te zien. We hebben ook een robotonderdeel. Klinkt spannend. Oké, oogsten en oogsten. En graven. We willen alles. We plukken de buurt helemaal kaal. Nee, niet erheen lopen. Dat is zonde van je tijd. Ik mis mijn kikkerdingetjes. We hadden altijd van die kikkerdingetjes. Die zijn nog van poef. Moet zien. Zo, ik moet ondertussen even de gemoedstoestand van de moeders in de gaten houden. Want het gaat nu hard, nu ze zwanger is weer. Ze is eigenlijk ooit niet zwanger, bedenk ik me nu. Heb ook oogsten. Graven. Volgens mij sla je een heleboel over of zo? Ik heb het idee dat ze stiekem dingen overslaat. Ik vind het wel leuk. Ze is heel gelukkig. Ze is niet een beetje gelukkig. Nee, ze is gewoon echt heel gelukkig. Oké, dan zijn we hier. Dan gaan we hier graven. Hier zat vaak ook nog wel. Oh, kijk hier. Moet je die even niet doen? Eerst naar kikkers zoeken. En dan graven. Anders loopt ze weer terug. Dan hebben we misschien wel een nieuwe kikker erbij. Een gestreepte aubergine kikker. Is die nieuw? Ja! Gaan we die fokken met... laten we een tijgerkikker doen. We hebben er daar nu 2 van. 35 waard. Dat is wel top. Ondertussen gaat de chat over The Voice. Ja, ik volg dat niet meer. Er zijn zoveel seizoenen geweest van The Voice. Ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee. Oké, hier ligt een vuilniszakplant. Weet ik nu al. Ja, ga maar... oh, post, kak. We hebben misschien nog rekening ook. Gaan we alvast wat dingen verkopen. Want die moeten we natuurlijk zo betalen. Robotonderdeel. Ik weet niet of we daar ooit iets mee gaan doen. We kunnen Peter wel bewaren. Ik zie dat we een boze peuter hebben. Waar is die? Hallo, waar ben je? Oh, daar. Openen. Hier, pak eten, peuter. Een portie pakken. Ga geen verspetters. Ga maar eten. Daarom ben je boos. Ondertussen... neemt moeders weer van... Oeh, voordat je pakt. Ik wil dat je die ook pakt. En dan pas. Die. Nou heb ik alles, hè? Ja. Ik wil alles hebben. Ja, het is wel leuk inderdaad als er iemand uit je eigen regio binnenkomt. Oké, okay, buurtactieplan stemmen. Ik wil het zien. Oeh. We mogen de baby opgroeien. Dat gaan we ook zo doen. Oh, ik was vergeten de brievenbus weg te klikken net. Nou loopt ze weer terug voor die andere dingen. Oké, okay, kalksteen hebben we nog. En alle oogst. Denemarken heeft weer wat gejat. Aalst heeft een 10! Yes! Dubbel feest! Oeh, en er is wat gebeurd. Maar we gaan even kijken. Qua buurtactieplannen. We hebben nu groen tuinieren. We hebben schone energieproductie en steun de uitvoerende kunsten. Ja, dan moet je eens instrumenten hebben. Dat hebben we nu niet. Schone energieproductie, daar hebben we nu ook niks van. Op dit moment, wat staat er nu voor? De sappige buurt en zelfvoorzienend. Ik zie niks in de buurt waarvan ik denk dat wil ik hebben. Ik ben wel blij dat die heeft 0 stemmen. Plezierige buurt. Comedy, ondeugd en gaming, ja, daar hebben we ook geen geld voor. Hier hebben we ook geen geld voor.
vissen, tuinieren en handigheid. Ja, we doen een soort van aan tuinieren, want we jatten gewoon alle oogst van de hele buurt. Maar echt zelf tuinieren doen we niet. Ja, dat krijg je als je al met 5 papa's gezellige dingen hebt gedaan in bed. Ik wil wel even een herroeping vragen. We gaan die eruit uitstemmen. Zo. Burg heeft ook een 10. Wat goed. En Denemarken. Kijk hoor. Vrijdagavond kun je een mooie... Oh, die heeft een 8. Ik dacht even, die heeft misschien ook een 10. Heropingsproces gestart. Ze hebben 5 handtekeningen nodig. Nou, we gaan dat merken. Maar dan wil ik ook wel even op iets stemmen dan. Is er iets waar we wat aan hebben? Vrije liefde. Dat gaan we doen. 5. Ja, nu is het de meerderheid. Ja, Sven. Door Sharon. Ik heb de molenbril op door Sharon. Oh, wat een drama hier. Doe even super baby-efficiëntie. Oké, Aalst. Voordat we jouw verjaardag gaan vieren, ga verslapen. Burg ook, ga verslapen. Ze mogen allemaal even slapen. Jij mag ook even slapen. Ik wil even rust in de tent. Peuter is vies. En creepy. Je redt het wel! opvoeding. Nee, peuterzorg. We kunnen hem niet in bad doen, dus we kunnen wel je luier verschonen. Is toch nog iets goeds voor ze? Oké, nou, super efficiënte babyverzorging. Je moet even plassen. Kijk, Eritrea heeft... Oh, hoe gaat het met jou verder? Oh, alleen denken nog. Dan groeit hij ook op. Oh my god, het wordt gewoon echt een superfeest. Jeetje mina. Aalst, die wordt een tiener. Burg wordt een tiener. Eritrea hoeft echt nog maar een heel klein beetje denken. Dan wordt hij een kind. En onze Fortu Fantera wordt een peuter. Ik weet niet wat jij gaat doen. Nee, je gaat het project niet vernielen. Je gaat plassen. En dan ga je maar even slapen, want dan heb ik geen last van je. Oké. Nou, er is er hier ook nog één wakker. Jij mag ook gaan plassen. En gaan slapen. Oh, gaan douchen en gaan slapen. Ik weet niet wat moeders gaan doen. Jou heb ik nog nodig. Jij mag namelijk een taart gaan maken. Joepie de poepie. We gaan lekker een hamburgertaart doen. Zo. Er wordt weer eentje gebeld. Nee, papa. Jij komt niet. Festival het licht is. Festival van het licht is begonnen. Oké. Dat is iets voor de sneeuwpret let's play. Je snapt wel dat we daar geen tijd voor hebben hier. Oké, ze slapen allemaal. Dat is mooi. Nee. Nee, we gaan niet met jou op afspraakje. Ik denk wel dat we toch even die moeder ook kort moeten laten slapen. Want dit schiet niet op zo. En ik weet niet wat die peuter leert. Maar er blijft hier iets hangen. Nee. Ook in een stapelbed worden ze wakker van het monster onder het bed. Dit is niet leuk. Nou, ze proberen er nog mee te communiceren, maar dat lukte niet. Ja, jullie kunnen je moeder niet lastigvallen, want die ligt... Nou ja, we kunnen wel even gaan sproeien. We sproeien, we gaan al.
fixed. Zo, en dan mag moeder weer slapen en dan ga jij weer... Zeef? Alsjeblieft. Ga dan maar zitten. Durf jij te slapen? Nee, ook niet. Ga dan maar zitten. En jij gaat er gezellig naast zitten. Of hiernaast zitten. Zo. Oké. Okay. We gaan van jong naar oud. Als eerste is Fortaventura jarig. Dus we gaan ouder worden. Ja, ik weet dat je honger hebt. Zo, er zit er één te stinken. Ga even douchen, jij. Kom maar, baby. En het wordt... Oh, weer wild. Jongens. Wat spreek ik uit als... Fuerta? Jongens, ik heb net geleerd hoe ik Mipuki moet uitspreken. Krijg ik nu ook hoe ik Fuerteventura moet uitspreken? Scheid, Annette, dat je die naam hebt gekozen. Oké, maar Fuerteventura is dus een wilde peuter. Oeh, ziet er cute uit. Haarkleur van mama. Toch? Nee, rood haar. Haar... Wie was jouw papa ook alweer? Wacht, dat kan ik beter op jou doen. Huub Klaas McFeelface heeft rood of heeft blauw haar met zwarte wenkbrauwen, maar er komt een rood kind, roodhaarig kind uit. Oké. Okay. Oogkleur van mama, toch? Dat is mama's ogen. Ja. Wat een cutie. Annette left the chat. Ja, bizar. Oké. Zet je kind maar half door de wieg. Maakt niet uit. Schattig kindje. Oké, nou moet je doorgaan met die taart. Ja, ik weet dat je heel nostalgisch weer naar die lijstjes wil kijken, maar dat gaan we niet doen. Want het wordt tijd voor de volgende. Oké, dan moet je hem wel in het midden neerzetten. Verjaardagskaarsjes toevoegen. Want dan gaan we deze... Oh, die moet eerst nog denken. Denken, denken, denken. Denken. Ook eens denken ook alweer. Denken is met blokjes. Ga denken. Denken. Oké. Dan doen we het niet op volgorde. Dan mag Aalst. 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 Jij hebt een 10. We gaan het nog checken. Jij hebt een 10. Dus kom maar een wens doen. Oké. Ondertussen gaat Denemarken nog verder met ontwikkelen. We gaan buiten opgroeien, waarom ook niet? Oké, er komt een eigenschap bij en het woord lui. Ze is goed, maar ze is lui. Oké, jongens, roept u maar. Wat wordt het? Want hier kan ik niet voor dobbelen. Wordt het dier, sportief, creatief, afwijkend, gezin, voedsel, fortuin, kennis, locatie, liefde, natuur, populariteit of Star Wars? De eerste in de chat. Wat wordt het? Wat wordt het? Cheryl zegt Star Wars. En gaan we dan voor hoop versus orde of voor galactische vrijbuiter? Dus versus of vrijbuiter? Links of rechts? Mag ook links of rechts. Wat wordt het? Wat wordt het? Wat wordt het? Hope versus order. Oké. Okay. Zij heeft een vreemd doel gekregen. Aalst is ouder geworden. Lekker zo'n... Oeh, ik wil weten hoe ze eruit ziet. Hoe zie je eruit? Ja, je hebt honger. Ik weet het. Maar je mag nog geen taart. Je mag er weer kaarsjes aan toevoegen. Ze ziet er echt leuk uit. Ik vind het er heel leuk uitzien.
En dit is het. Oh, dit vind ik wel heel leuk. Want dit is namelijk het kind met dus Moeder Aarde. En mijn mannelijke Sim Selfie. Dus ik zit ook een beetje te kennen. Ik zie dat ze dus mijn oogkleur heeft gekregen. Ze heeft niet de oogkleur van moeder, maar ze heeft mijn oogkleur gekregen. Dat vind ik wel geinig. Hebben we ook mijn neus? Nee, ze heeft niet mijn neus. Ze heeft de neus van de moeder. Oké. Sharon zegt, Sharon is steeds sneller, maar heeft ook een andere mening dan de rest. Oké, Burg heeft ook een 10. Dus nu mag jij een wens doen. Kom maar. Die groeit ook buitenop, want waarom doen we dat niet lekker binnen? Oké, de eigenschap die hij heeft gekregen is romantisch. Een romantische recycled disciple. En weer eerst in de chat. Waar gaan we nu voor? Kijk, Sven, grijp nu je kans, want Sharon gaat Mario Kart spelen. Even kijken. Joyce was eerst en die zegt dier. En daar hebben we maar één optie voor. Dus Burg wordt een dierenvriend. Oké. Okay. En Burg is een toversim. Oh, en hij ziet er zo uit. Hij sproetjes. Dat vind ik wel geinig. Hij heeft mama's oogkleur. Je ziet ook echt een andere oogvorm dan Aalst heeft. Dit is Burg. Oké, maar we zijn nog niet klaar. Jij staat er vlak naast, doe jij het maar. Verjaardagskaarsjes toevoegen. Want we hebben er nog één te gaan. Heb jij inmiddels je denk al verhoogd? Ja, oké. Okay. Nou, dan mag onze kleine vriend worden opgegroeid. Even kijken. Helpen met kaarsjes uitblazen. Eritrea. Vet schattig. Ja, dat betekent dat je mag stoppen met die tablet, want je zus gaat je ergens mee helpen. Ja. Ja. Oké. Okay. Oh, moeder heeft weer een levensstijl ontdekt. Jeetje, wat hebben we nou weer? Oh, ze is hem kwijt. Oké. Okay. Waarom gaat iedereen in de weg staan? Help dat kind nou met opgroeien. Eritrea, ja, ik denk klik het goede aan, maar ja. En Eritrea wordt ook groter. Waar ga je dat doen? Daar. En hoepatee. Oké. Okay. Eritrea is een boekenworm. En we hebben motoriek op 2, mentaal 1, sociaal 2 en creativiteit beginnen op 1. Ja, eerst in de chat. Eerst in de chat. Wordt Eritrea creatief, mentaal, motoriek of sociaal? En Ilse zegt motoriek. Dus dan gaan we voor motoriek. Zo. Een motorieke boekenworm. Oh, lekker. Wat een vrolijkheid. Ik denk dat hij het niet met de keuze eens was. Wauw. Oké. Hoe gaat het met u? Wat is dit? Was even een engeltje. Het zal wel. Maar je bent een gelukkige peuter. Oh, misschien vandaar. Ja, we gaan even iedereen af. Moeder moet plassen. Ga maar plassen. Ja, je kind was al jarig. Dat is enig. Maar je mag nu gaan plassen. Nee, plassen. Yay. Ja, pak maar een stuk. Oh, wat schattig. Jouw plezier is laag, dus jij mag even lekker gaan oefenen op dat ding. Hoe gaat het met jou? Jij moet douchen. Maar die is nu bezet. Slaap lekker, Annette. Ben jij ook moe? Maar jij hebt honger. Ga maar een
Oh, je had er al een stuk? Ja, je hebt al een stuk. Kijk, moeder heeft ook honger. Dus die mag een portie een stukje pakken. Laat je kinderen met rust. Ga eten. Wat heeft hij? Zijn buitenoutfit heeft hij een fietshelm op. Cheller. Oh. Juist. Oké. Heb je nou al een stuk gepakt? Oh, je bent je kind wil je vieren. Dat is heel schattig, maar je kind is nu een beetje bezig. Jij bent aan het spelen. Ga hier maar meespelen. Dan kan je nog een beetje socialize ook. Jij staat in de douche. En jij mag ook wel een taartje pakken. En dan kan jij eindelijk douchen. Zo. En hoe is het met die peuter? Oh, zijn hygiëne gaat nu al omlaag. Slaap lekker, Ilse. Leuk dat je er was. Met die peuters gaat het af en toe niet helemaal lekker. Dan schieten ze opeens weer omhoog. Wel een knap kindje hoor, moet je kijken. Het staat zo leuk bij elkaar. Die ogen springen er echt uit. Hoe die peuters dansen ook altijd. Oh, en dan nog een knuffel. Echt schattig. Oké, moeder, jij bent moe. Jij mag gaan slapen. Het is leuk dat je met al die kinderen wil kletsen en zo. Maar ga maar slapen. Zij is daar al in slaap gevallen. Ga maar slapen. Jij mag ook komen slapen. Hoe gaat het met jou? Heb jij huiswerk? Jij hebt huiswerk. Ga maar huiswerk maken. Nee, we gaan niet weer wat vernielen. Je laat het. Hou het heel. jij slaapt al. Jij staat hier. Heb jij huiswerk? Ga maar huiswerk maken. En die peuter gaat lekker met de blokken spelen. Nou, rust in de tent. Sven zegt, haha, dat wordt geklipt. Ik had het kunnen weten. Maar wat een rust in de tent. We hebben gewoon vet veel verjaardag. We hebben gewoon de geboorte gehad. Van Fuerteventura. En dat kind is al een peuter. Dan hebben we Aalst en Burg. Zijn allebei opgegroeid naar tieners. En dan hebben we Initrea is opgegroeid naar kind. Dus ik mag wel zeggen dat we flink wat progressie hebben gemaakt vandaag. Het huis is ook groter geworden. Ik heb nog wat geld over. Maar aangezien maandag de rekeningen komen. En zij had nog post. Maar dat was zeker een cadeau. Van die vader. Ja, zie je, we hebben weer een cadeau gekregen. Dus dit is voor een van de kinderen die dat leuk vindt om mee te spelen. Die kan in de koelkast. Die kunnen we verkopen. Bloemen kunnen we ook verkopen. Kijk, dan hebben we voor een volgende 100 Baby Challenge stream hebben we wat geld om eerst te kijken hoe duur de rekeningen gaan zijn. En dan kunnen we daarna kijken of we ook nog weer wat geld verdienen. Ik wil sowieso... Omdat Aalst de oudste is van de twee. Oh, ze heeft ook weer gevoelens voor Eritrea. Laten we even kijken. Gekwetst! Oh, Aalst voelt zich benadeeld door Eritrea. En de aanwezigheid van Eritrea zal Aalst aan die pijn herinneren. Waarschijnlijk omdat Eritrea dus wordt voorgetrokken door moeder. Wat erg dit. Oké, maar Aalst is op dit moment degene die dus een... hoe heet het? Dit hier heeft zitten. Dus ik wil met haar heel erg gaan werken aan school. Dat zij die 10 haalt. Dus ik ga dan alleen Burg een bijbaantje geven. Omdat, ja, hoe gaat het met zijn karakterwaarders? Het komt in de buurt. Maar nog niet zo hoog dat hij mag opgroeien. Aalst hoeft alleen nog maar de 10. En dan mag ze opgroeien. Dus ik wil in haar geval echt werken aan school. Ik zou voor Aalst wel kunnen kijken voor een weekendbaantje. Omdat ze in het weekend geen school heeft. Voor Burg maakt het geen reet uit eigenlijk. Zolang zijn karakterwaarde nog niet hoog genoeg is. Ja, aan de andere kant is het misschien altijd wel handig om ze een weekendbaantje te geven. Dat ze door de week school hebben en huiswerk kunnen maken. En in het weekend huiswerk en werken voor geld. Want zij mogen wel werken. Moeders mag niet werken.
En dan kunnen we wat sneller uitbreiden. Ik vond het een succesvolle 100 baby, baby challenge stream vandaag. Ik heb nu eigenlijk alweer zin om er verder mee te spelen. Omdat het gaat nu zo lekker. We beginnen kinderen op te groeien. En Aalst gaat nu op weg naar het opgroeien naar jongvolwassen zijn. Als ze die 10 heeft gehaald op de middelbare school, dan is het doei Aalst. En dan hebben we weer plek voor een nieuwe zwangerschap. Want even kijken hoor. Moeder is nu zwanger. Oh, die kan elk moment bevallen. Dus die gaat in de volgende stream gaat moeder bevallen. Dan zit het huishouden vol. En dan moeten we eigenlijk zo snel mogelijk Aalst wegwerken. Zodat er weer een nieuwe baby bij kan. Dank jullie wel voor het kijken. Ik kreeg eerder in de stream nog een bitje. En een subje. Dus dank jullie wel voor het bitje en voor het gift subje. Join mijn Discord. Dan weet je wanneer ik weer live ben. Ik ga nog even 2 streamers aanbevelen. Want morgen heeft Me Pucky Games een feeststream om haar 50ste stream te vieren op Twitch. Hij is een heel programma. En ze begint met de Sims. Dus als je dus net zoals bij mij het leuk vindt om Sims te kijken. Ze begint dus om 10 uur 's ochtends met Sims. Ze gaat onder andere ook Among Us doen. En ik zou eigenlijk meedoen. Maar ik was even vergeten dat ik al een afspraak had. Dus ik doe morgen niet mee met Among Us. En dan wil ik nog even een andere streamer aanbevelen. En dat is Jill. Want die heeft zondag een 8 uur stream. ook van 10 tot 6. En ook Jill heeft Sims in het programma staan van 1 tot 2 uur 's middags. En ook Jill heeft Among Us in het programma staan. En daarbij zou ik eigenlijk ook meedoen. Maar ik heb me voor de zekerheid afgemeld omdat er een kans is dat mijn moeder op zondag langskomt. En dan zie ik wel weer gebeuren dat ze dan precies tijdens Among Us langskomt. Dus Misty weer heeft mijn plekje overgenomen. Ik ga binnenkort zelf ook Among Us doen. We gaan ergens in april gaan we dat doen. Maar dank jullie wel voor het kijken. Tegen jullie zeg ik tot de volgende keer. Doeg!